net live zijn. Kijkt er nog niemand. Dus als je echt een super slechte take hebt, Hugo, nu is je kans. Ja, dan heb je twee twee watches of zo die dat nog terugkijken. Ja, want uiteindelijk ga ik het inderdaad op YouTube zetten. Ja. Eens even kijken. Hey, daar zijn we. Ja, heb ik super slechte takes? Nee, man, ik heb alleen maar hele goede takes. Ik zit Jouw nu takes vlammen allemaal. Pompeii te kijken van Paul W.S. Anderson. Wie is Paul W.S. Anderson? Ik ken Dat maar is één de Anderson en dat is betere Paul Anderson, dat kan ik je vertellen. Daar is de slechte take. Oh, want ik, hoe heet het? Phantom Thread vond ik wel echt de film van het jaar dat die uitkwam. Paul W.S. Anderson is de regisseur van onder andere Resident Evil en Event Horizon. Oh, Was kut, in nu de moet Re ik. Resident Evil met Mila Jovovich of hoe heet ze? Ja, hij is de man van Mila Jovovich ook. Oh, dat verklaart het. Yep, dat verklaart een hoop. En hij heeft binnenkort Monster Hunter, nog een videogame adaptation die uitkomt. Met deels Er komt een Hollywood en. Monhun film? Ja, zeker. Met Chinees en met Amerikaans geld erin. Uiteraard Mila Jovovich in de hoofdrol. Dat is Dus leuk. uiteraard twee pagina artikel van Hugo Emmerzijl in de filmkrant over waarom Paul W.S. Anderson een van de betere digitale actiefilmmakers is van de afgelopen 20 jaar. Wat bedoel je met digitaal geschoten? Digitaal geschoten, superveel gebruik van CGI, vooral ook de manier waarop hij CGI gebruikt ten opzichte van bijvoorbeeld de Marvel films is gewoon een heel groot verschil. Veel interessanter, veel meer, hoe zeg je het, geometrisch verantwoord. Wanneer is de deadline, Hugo? Oh, is dit een serieus artikel dat gaat komen? Het is een serieus artikel wat gaat komen. Het Oh, was wat fijn leuk. geweest als het vandaag al ingeleverd was, maar ik denk dat het zondag wordt. We hebben nu drie kijkers, dus ik zal maar gewoon vertellen wat we gaan doen. Ja, welkom. Ik ben Pim van den Berg, welkom bij Superstructuur. Laat ik dus voor de verandering even zeggen wat ik doe. Ik ben gamejournalist en schrijver, want ik schrijf een boek. En met mij is iemand die geen boek schrijft, Hugo Emmerzaal. Vooralsnog niet. Zo'n beetje de meest productieve filmjournalist in Nederland. Het gaat heel goed met je carrière. En ook gewoon een van de beste, laten we wel wezen. Ik bedoel, je bent geen Kees Driessen, maar het is close. We hebben nu in de komende filmkrant komt een goed stuk van Kees Driessen over The World of Tomorrow, deel 3 van Don Hertzfeldt. Ik bedoel, Kees kijkt natuurlijk niet. Dus we kunnen zeggen over hem wat we willen. It's true. En omdat hij er niet is, zeg ik gewoon: Kees, werkelijk, ik ben dol op je werk. Je bent Yay. fantastisch. Ja, ik ben ook dol op Kees. En ik ben ook dol op mezelf, want ik ben inderdaad een van de beste filmjournalisten. Dat is ook waarom we vandaag Nou, een wil je fantastisch. dat nog afbakenen? Want laten we zeggen van Nederland. Ik werk aan meer dan Nederland, maar laten we beginnen met Nederland, inderdaad. En je bent ook een van de meest linkse. Ja, Want true. daarom ben je hier ook, laten we wel eens. Ja, dat is waar. We gaan cinema vandaag redden. Ja, want de game die we spelen is The Movies. Uit mijn hoofd uit 2000. Vijf. Dank je. Ik heb maar even de credits aan laten lopen. Met natuurlijk als executive designer Peter Molyneux. En ik weet niet of mensen bekend zijn met Peter Molyneux, maar dat is dus die beruchte ontwerper van onder andere Dungeon Keeper, Black and White en Fable. Die altijd veel meer beloofde dan hij waar kon maken. Maar vanuit die eigenlijk enorme ambitie kwamen juist heel erg interessante games. En niet alleen natuurlijk vanwege de ambitie. Lionhead was ook gewoon eigenlijk best wel een goede studio. Maar het heeft Black and White hebben we natuurlijk ook uitgebreid behandeld in de stream al maanden terug. En dat is makkelijk een van mijn favoriete games. Maar de movies is wat mij betreft nog leuker. Het is als een soort van simulator, SimCity, maar dan met een filmstudio. Dus je bouwt je studio's, je bouwt je sets, je huurt je acteurs, je regisseurs en je set designers en wat dan ook. En schiet je eigen films. En dat kan je redelijk automatisch doen, maar je kan ze ook helemaal aan de hand van vooraf bepaalde stukjes en zo zelf in elkaar zetten. Ja.
en vervolgens delen op het internet. En dat is natuurlijk nooit echt van de grond gekomen, want The Movies was niet een heel erg grote hit. En je hebt wel zeker een soort van critical mass van spelers nodig om een levendige gemeenschap te behouden. Ja. Maar helaas. Maar ja, er zijn op YouTube best wel veel films of bijvoorbeeld soort replicates van films in The Movies gemaakt. Mm. Sommige daarvan zijn best wel goed gelukt. Die van Terminator 2 is ongeveer de eerste 15 minuten van Terminator 2. Werkt heel goed en is echt verbazingwekkend sfeervol en interessant. En echt best wel veel persoonlijkheid. Maar die zal dan ook wel nog achteraf geknipt zijn, of niet? Voor de tijd. Ja, maar volgens mij, ik weet het niet zeker meer. Maar als het goed is, kan je in The Movies ook een klein beetje knippen. Ja, het enige wat hij heeft toegevoegd is ondertitels. Dus ja. De subs zijn dan eigenlijk gewoon uit de film. En voor de rest is alles gewoon wel echt puur de stokachtige footage die je zelf dan kan maken in The Movies. Dat is best wel alright gedaan. Een van de andere populairdere YouTube clips die online staat van The Movies is gelijk een van de slechtere dingen die je kan voorstellen. Dat is volgens mij Freddy Jason versus Hitler. En dat is geen hoogstandje, maar hij staat wel op YouTube als best film made in the movies ever. Dus don't trust everything that's on the internet. Terwijl we de business development leden van Lionhead voorbij zien komen. Wil ik aan vragen, jij hoeft toch niet te gamen zometeen. Nope. Wil jij dan die link even tweeten en dan gooien we die in de retweet of in de chat ook? Van de Terminator of van de... Het liefst de Terminator, want we willen een goede indruk maken van de game. Ja, precies. Is goed. Ik zoek de Movies Terminator gelijk even bij. Want ik ben een groot fan van deze game, maar het is nooit in mij opgekomen om op YouTube te gaan kijken naar wat mensen er nog mee hebben uitgesproken in de afgelopen, laat zeggen, 10 jaar. Ja, toen jij mij uitnodigde, was ik natuurlijk gelijk van plan om dat op te zoeken. Omdat ik wou weten wat we allemaal zouden kunnen maken in deze game. Maar om eerlijk te zijn, moeten we eerst natuurlijk een studio opbouwen en een imperium beginnen voordat we goede films kunnen maken. Ja, het grappige is, je kan gewoon in de jaren 20 beginnen. En alle ditjes en datjes van het runnen van een studio doen. Maar er is ook gewoon zo'n sandbox-achtige modus waarin je niet zorgen hoeft te maken om materiële zaken. En je kan richten op de kunst van het digitaal filmmaken. Echter denk ik dat het beter is vanavond als wij... Tenminste, weet je wat? Ik laat het aan jou over. Gaan we de studio runnen of gaan we een film maken? Ik denk dat het nu het beste is om de studio te runnen. Eventueel als mensen aan het craven zijn van meer van deze content, kunnen we ook een keer een film maken. Maar ik denk dat gelijk ook de simulatie van de jaren 20 studio Going Onward best wel interessant kan zijn om het te hebben over een klein beetje filmgeschiedenis. Om het ook een klein beetje te hebben over de politics van een filmstudio in Hollywood. Oh, dat is we zitten nu natuurlijk ook in een best wel historisch moment van film. Daarom maakte ik ook een grap dat wij nu eigenhandig cinema gaan redden. Maar oh ja, natuurlijk met de Roni, hè? De Roni, er is geen James Bond, er zijn geen Marvel movies. Tenet, Soul van ging Pixar. Niet zo hard. Tenet ging eigenlijk wel best wel oké trouwens, maar niet zo hard als iedereen dacht. En Soul van Pixar gaat naar Disney Plus. Mulan is natuurlijk al naar Disney Plus gegaan. Mulan is al naar Disney Plus, dus bioscoopcultuur staat wel onder druk. En er moet een keer wel een superfilm uitkomen. Die gaan wij dus de volgende stream maken. Maar dat is misschien wel een interessant moment om even ook een beetje stil te staan bij hoe raar cinema-cultuur is en hoe de studiosystemen in elkaar zitten. God, dat wordt informatief als fuck. Ja, man. Ik weet niet of we al die informatie gaan geven, maar het is wel een interessante... Ik moet nog even vermelden voor de zekerheid. Ik ben nu bang dat we geband worden als we geestverruimende middelen bij hun naam noemen. Dus als je dat wilt doen, gebruik schattige, aandoenlijke en vooral niet door algoritmes opgepakte eufemismen. Alright, we drinken Coca-Cola vanavond. Ja, ik ben aan druivensap. Bioscoopcultuur is overrated, lees ik in de chat van Jesse. Mensen zijn irritant en luid en ik wil popcorn naar ze gooien. Ah, maar dat is de bioscoop kijken cultuur. Waar drop ik trouwens die link van de Terminator 2? Gewoon hier in de chat van de Twitch? Dat kan inderdaad. En je kan ze ook, we kunnen ze ook tweeten en dat ik er dan vervolgens mee aan de haal ga. Ik
ben niet ingelogd in Twitch, dus ik tweet. Ik drop het wel in de comments van jouw tweet. Ja, ja. En daarna gaan we aan de bak. En we hebben ook nog in de planning staan natuurlijk, als we het aan de praat krijgen, Steven Spielberg's film. De director's cut. Ja. Zo. Alright, het is gepost. Heb ik alleen nog een naam van onze studio nodig. Chat. God, ik hoop dat de game niet gaat crashen, want het is niet een heel betrouwbare game meer. Welcome to the movies. In this tutorial. Ik heb geen tutorial nodig, dankjewel. Zo. Yay, new game. Studios. Ja, ik zou denk ik gelijk zeggen Superstructure Studios, maar. Ja, maar dat is. Studio Smallbean. Wat dacht je van Smallbean Cinema? Ah, dat werkt ook al. Ja, we hebben een soort van running joke hier op Superstructuur dat Smallbean de naam is van het hoofdpersoon of het ding dat we een naam moeten geven. Dus bij deze is het Smallbean Cinema door Pim en Hugo. We moeten nog even een leuk logo uitzoeken. Van de Berg en de Emmer zou dan wel, toch? Ah ja, dat doen we wel. Wat dacht je dan van het verschrikkelijke Emmerberg? Emmerberg Incorporated, dat klinkt prima. Oh, en we hebben hier... en we hebben gelijk een soort berglogo, dus dat klinkt wel alright. Smallbean Cinema, Smallbean Cinema, Smallbean Cinema. Welkom bij Smallbean Cinema. Oké, ik pauzeer de game eventjes. En het is jammer dat jij dit gaat missen, Hugo, want jij kan geen geluid aan hebben van de game. Welcome to the dawn of the movie industry. Oh, ik laat even de voice-overs werken. The year is 1920, and your new studio's success lies in your hands. You must guide it to greatness. You must create the biggest movies and employ the most famous stars as you strive to reach the summit of the studio charts and reap the rewards of victory. First, build a thriving studio. Hire wannabes and nurture them into your stars. Make the movies that'll get the big bucks rolling in and clean up at the awards. Then, with every award you win, with every success you enjoy, your studio's reputation will grow. Soon, stars from rival companies will flock to your studio, and you'll unlock new technologies, scenes, and sets to make your movies better than ever. So what are you waiting for? You've got a suitcase full of cash and a world of possibilities before you. Now get out there and start making your dreams come true. Because in the movie industry, anything is possible. Anything is possible. Welcome indeed. To your new movie studio. Okay. Okay, ik ga die... No extra assistance. Dat staat er toch? Ik heb geen tutorial nodig. Ik ken dit spel al 14 jaar. Before you open the first building you'll need is a stage Jesse, school. Ik ga even taart eten. Enjoy. Now left. Ja, het is smakelijk, Jesse. Wat ik nog wilde zeggen is, jij kan deze game niet horen, maar het heeft een fantastische, zeker in de eerste 30 jaar van het spel, jazz soundtrack. Een zeer grappige radio DJ. En het is gewoon zo'n prachtige game. Okay, the stage school, where actors and directors are hired and taught their craft. And how to say, darling, of an annoyingly high-pitched voice. Darling! Zo, dat is die leggen. En die... Kan je uitzoomen, Pim? Ik wil gelijk even de scope zien van hoe groot is onze studio lot. Gebouw voor scale. Ja, je denkt, dat is aardig wat, maar... Sommige sets, zeker voor oorlogsfilms en science fiction films, die zijn te groot. Maar it's a good start, dit. Hier kunnen we zeker wat mee. Ja, dus ik stel voor dat we een lekker statige entree maken. Mm-hmm. Want we willen echt zo'n... een beetje een Xanadu hebben. Zo. Ja, het is grappig dat de game ook echt specifiek in de jaren 20 begint. Want... Mm-hmm.
Als je de geschiedenis van film in Amerika neemt in 1895, was natuurlijk in Parijs de eerste filmvertoning ooit van de gebroeders Lumière. Een salon waar speciale filmvertoning werd georganiseerd. Ja. Toen kwam in Amerika natuurlijk hetzelfde jaar al werd film geïntroduceerd via Edison. En eigenlijk was de hele Amerikaanse filmindustrie eerst in New York. Wat heel logisch is als de stad van het modernisme. De plek waar altijd alles als eerste gebeurde. Waar de hele wereld nooit sliep. Ja. Maar New York is natuurlijk best wel crap. Want na een tijdje wordt het er koud, wordt er donker in de herfst en in de winter. Het is een dure stad, er is weinig plek, het is snel aan het ontwikkelen. Ja. Dus het was allemaal gedoe om daar de hele tijd film te maken. En parallel aan natuurlijk de modernisering van Amerika en de western... Oh, even wachten, Hugo, de persoon die zit heel de tijd er doorheen te kletsen over dat sorry. Nee, niet jouw sorry, haar sorry. Want verdorie, ik probeer gewoon, weet je wel, een studio te runnen. Ik weet hoe dit werkt, game. Hou op met me. Je wordt aan het handje vastgehouden. Ja. En ik zie nergens een knop om het uit te zetten. You'll also need a set. Dan moet ik er nog harder overheen praten. En het is ook niet makkelijk om een studio te runnen. Maar ja, enter in de jaren 20, na de Eerste Wereldoorlog. Want daarvoor was er natuurlijk niet echt veel... animo om met zoiets triviaals als film bezig te zijn op die schaal. Echt niet? In de jaren... Nee, dat was nog wel een ding. Maar enter in de jaren 20 in één keer de grenzeloze mogelijkheden van West-Amerika. Waar er altijd de zon schijnt. Wat natuurlijk licht is. Wat handig is voor buitenfilms opnemen. Oh, hoef je geen lampen te kopen. Het is nooit in me opgekomen dat Californië gewoon uitermate geschikt is in het klimaat voor film. De eerste filmstudio's van Edison bijvoorbeeld, en Jesse Cookie zegt het, Edison heeft inderdaad alles gejat. Maar wat hij wel heel goed had begrepen, was dat je een specifieke type filmstudio ook moest hebben. Dat heeft hij overigens ook van de Fransen gejat. Ja. In New York en omstreken met bijvoorbeeld heel veel natuurlijke lichtinval. Dat waren eigenlijk een soort greenhouses, glazen constructies waar het natuurlijke daglicht in kwam vallen. Ja. Dat alles zodat je niet te veel bezig was met dure lampen. Want film vastleggen, zeker vroeger, het waren niet super lichtgevoelige camera's. Dus je moest echt elk beetje licht dat je had benutten. Ja. Daardoor werd New York sowieso al een erg kostbare onderneming. Wat je ook nog kreeg in Hollywood in de jaren 20, was dat er een soort, hoe kun je het zeggen, een soort boheemse... lifestyle kwam van andere entrepreneurs en een soort type royalty persoonlijkheden. Kijk, met de auto's, precies. Die naar het westen trokken om daar wat meer, laten we zeggen, losse lifestyle van te genieten. Ja. En eigenlijk had je daardoor al gelijk in de jaren 20 in één klap het Hollywood systeem met de studio's, maar ook gelijk met het soort type nouveau riche high society talent wat betrokken werd met die films. Ja. Die kwamen allemaal samen in de meest fancy hotels en de meest fancy restaurants. Dure cocktails drinken, weet je wel. Lavish feestjes. Het was de Roaring Twenties natuurlijk. Oh, heerlijk. Yep. Dus eigenlijk gelijk al in de kern van dit hele studiosysteem. Ik ben eigenlijk benieuwd of dat in deze game ook zit. Ja. Had je natuurlijk al van die magnaten met veel geld, vatbare mensen die hun dromen willen verwezenlijken omdat ze horen van alles wat er in Hollywood gebeurt. Actrices die onderworpen worden aan de gruwelen van de machtige man. Zitten dat soort MeToo-ish dingen of überhaupt een soort bewustzijn van de uitbuiting van de acteur in deze game? Ja, maar in een gelukkig minder... het is niet een heel confronterende game wat dat betreft. Kijk hoor. Janitors, huren. De acteurs werken met stress, als het ware. Je kan een acteur maar zoveel benutten voordat hij in feite overbelast raakt. En... ga je het zeggen? Het is
voor de game vrij noodzakelijk om je acteurs optimaal te benutten. Dus soms moet je ze tegen hun zin in helemaal uitputten. En dan raken ze aan de drank en dan raken ze aan het voedsel verslaafd. En dan vervolgens moet je ze naar rehab sturen of zo. Of je zegt gewoon, ja, vette pech, je werkt maar gewoon door. Totdat ze echt als een sim gewoon een enorme burn-out krijgen. Gaan stampen en gaan tieren. Dus die uitbuiting is als het ware ingebed in de manier waarop je omgaat met de game. Alright, ja, en hoe precies de game omgaat met de acteurs. Maar gelukkig is er niet zoiets dat jij ook nog een platenbons in de game hebt die dan vervolgens geld van je afpakt of de acteurs slaat of naar zijn kantoortje laat komen en dat soort dingen. Alright, dat is fijn okay, dat je niet een ontzettend gruwel bent. Maar het is wel interessant inderdaad dat er een soort uitbuitingsmechanisme in zit. Want ja, dat past ook wel bij de podcast, maar het is gewoon best wel gestoorde labor die ook in film gaat. Ja. Heel veel, hè? Yep. Je bent nu al het gras ook aan het apply. Is dat puur aesthetic? Ja, ja, ik wilde wel een beetje een fatsoenlijke intro hebben. Oké. Kijk, onze eerste acteurs en filmmakers komen in de rij staan. En daar ga ik heel even op inzoomen. Zo, dit zijn ze. We hebben hier Travis Cummings. Die is 20 jaar oud. En dat is aardig knap, niet heel fit. En niet erg ervaren. Maar karaktereigenschappen. Hij is laid back. Doesn't bore easily. Sensible eater. Sensible drinker. Moderate drinker. Dus dit is een betrouwbaar figuur die we misschien niet voor maar achter de camera kunnen zetten. En hebben we hier Aaron Tidley. Daar heb je het al. Daar begint het al. Oh no. Ja, die is al wat aantrekkelijker inderdaad, maar minder betrouwbaar. En wie hebben we hier? Andre Natta. Is het opzet? Hoe heet hij de eerste dude? Ja, Cummings! Wat is hier gaande? Deze game! Oh my god, Nutter en Cummings. Cummings, Nutter, Tidley. Heb je een mod geïnstalleerd, Bim? Nee. Wat gaan we zo meteen voor films maken? En dan hebben we hier Joe Barry. Oké, gelukkig Barry. En die is jong. En heeft al wat meer ervaring. Maar die is hard to please and a stress pot and eats to live. Oh jee. Easily stressed, easily bored, lives to eat. Maar Andre Nutter is wel onze hunk, onze house hunk. Speaking of film, wat is jullie favoriete filmtrope? Hoeft geen filmtrope te zijn, mag ook een fanfic trope zijn. Ben vooral benieuwd naar of jullie trope basic is of niet. Ja, de mijne is vrij basic. Namelijk, het is niet mijn favoriet, maar wel mijn favoriet om het over te hebben. Alle dieren zijn honden. Dat is wanneer je bijvoorbeeld in een animatiefilm hebt, zoals Up, heb je dan zo'n grote tweepotige vogel. Een soort van tropische emu die vergeten is. Maar die likt dan gewoon je gezicht als een hond en gaat op je schoot zitten en dat soort ongein. Dat is mijn favoriete trope. Hugo? Dat is een goede trope. Ik vind het een lastige vraag, omdat ik eigenlijk nooit op die manier nadenk over wat is mijn favoriete trope. Ik denk niet dat er veel tropes per se goed of slecht zijn. Ik denk gewoon dat je sommige tropes goed of slecht kan benutten, zeg maar. Ja, maar serieus, vriend, serieus. Is dit niet gewoon het allerlaatste antwoord ooit? Ja, maar ik koop ook gewoon tijd om langer na te denken over wat mijn favoriete trope is. Ik heb er gewoon nog nooit over nagedacht dat ik een favoriete trope zou kunnen hebben. Nee, oké. Er is wel eentje. Het is zeker niet mijn favoriete, maar het is er eentje waar ik wel heel erg vaak over nadenk en waar ik juist ook een beetje moeite mee heb. Maar er zijn wel heel veel arthouse films waarin de hoofdpersonages mantelzorgers zijn. Vooral waarin hoofdpersonages iemand aan het verzorgen zijn in een badkuip of zo. Ja, aan het wassen zijn. En ik vind dat altijd wel. Het is dus zeker niet mijn favoriete, want ik word er altijd een beetje zagrijnig van. Het is wel echt de afsnijweg om te zeggen, oh kijk deze persoon nederig zijn en voor andere mensen zorgen. Maar als je al 20 films hebt gezien waarin iemand een ander personage wast, ja, dan
dan werkt dat niet meer zo goed. Time to move on. En daardoor wordt het juist wel weer grappig. Now, dat er, als er een generieke arthouse film dat doet, dan denk ik, oh ja, checkbox. Your builders to finish constructing the casting office before you can put this movie in casting. Ah, deze vrouw. Oké, okay. Maar we hebben al een script gekregen gratis. The Baggage Boy, een comedy. Hey, nice. Er moet alleen nog de casting office afgebouwd worden, maar ik heb opzettelijk iets minder bouwwerkers genomen, omdat ik zoiets had van het terrein moet beter onthouden. Maar weet je wat, jij mag ook een builder worden. Yeah. Nou, trouwens over tropes. De laatste tijd heb ik wel een nieuwe waar ik echt heel erg van geniet. Dat is, je hebt in sommige films dat mensen met elkaar praten, dat je dat ook soort van ziet, dat mensen op beeld praten. Dit gebeurt vooral best wel veel in meer experimentele documentaires. En dat je dan onder de soundtrack, dus de geluidslaag, dan hoor je ook echt een gesprek, maar het is vrij specifiek niet het gesprek wat je ziet dat mensen op het beeld hebben. En dat monteert dan de hele tijd door elkaar, waardoor je gewoon heel erg de impressie krijgt van, oké, alles is een momentopname, alles is een flart, ja. Alles is aan elkaar gereikt omdat soms het beeld interessanter is dan het geluid en dan wordt het geluid er maar gewoon overheen gezet. Sneu is dat. Nee, ik vind dat heel mooi. Ik vind het mooi dat je je niet vasthoudt of laat dicteren door dat het geluid en het beeld altijd hetzelfde moeten zijn en met elkaar moeten corresponderen. Ja, ik word zelf eigenlijk altijd heel erg, hoe heet het? Met de neus geweest op de kunstmatigheid van film, als dat gebeurt. Ja, maar als dat, ja, dat is dan weer in documentaire vind ik een grote luxe, dat je die kunstmatigheid ervaart. Dan ben je ook veel meer bewust van, oké, ik kijk naar een soort essay van iemand of een standpunt van iemand. Dus die kunstmatigheid helpt mij ook om dingen vanuit zijn of haar perspectief te bekijken, in plaats van te doen alsof het een algemeen of een globaal of een soort door iedereen gedeeld perspectief is. Het wordt meer persoonlijk, het wordt meer het werk van, laten we zeggen, een kunstenaar of een filmmaker, dan van bijvoorbeeld een didactische stroming of van een, ja, ideologische overtuiging of zo. Dus dat is misschien wel de trope waar ik nu voor ga. Oké, we wijzen onze director aan, en dat is Cummings. En in onze hoofdrol zetten we de hunk. Ja, maar die heeft niet zoveel comedy-ervaring. Dankjewel. Hebben we een comedy-actrice? Acteur? Nee, dan gaat inderdaad onze hunk. Maar comedy is niet het beste genre voor hele knappe mensen destijds. Ik kan beter gewoon een Chaplin-achtig figuur inzetten. En dat is onze titlady. The stars have now started rehearsing the script. Oh, we hebben nog crewleden nodig. The final quality of the movie. Nee. Is die maker nu? Zo. Die huur je, die komen automatisch hier in de studio. En hoe verschijnen al deze mensen op onze lat? Is dat gewoon omdat we simpel zijn? Via de hoofdingang hier zo. Oké, ze komen echt aankerend. Ja. Please hire me in the movies. En naarmate je prestige toeneemt, gaan ze ook, zo. Nog twee crewleden en een figurant. Kijk nou wat. Ja, die hebben minder nodig. En die zijn minder belangrijk. Die zet je gewoon, ja, op plekken waar je ze niet nodig hebt. En nu zijn ze dus het script aan het oefenen. En zodra dat begint, slepen we het script hier, wat eigenlijk symbool staat voor de voortgang van de film, naar de desbetreffende set. Waar de film wordt geschoten. En hebben we al een set gebouwd? Ja, kijk, deze hier. Een simpele set. Rehearsal of the script is finished. It's time to shoot your movie. Het ziet er wel meer uit als een 1910 film dan een 1920 film. Oh, anachronisme? Ja, super low budget vooral. Go to the stage. The stars and crew you selected will check what everyone is doing by looking at the cast and crew information. En dan rennen ze zo naar buiten. Oh, daar moet nog een beetje een pad hier. En kan je, als onze Baggage Boy gefilmd is, kunnen we die dan ook echt zien? Ja, zeker te weten. En dat gaan we ook 100% doen. En zometeen krijgen we dus meer opties, maar je begint echt, je krijgt al het script aangereikt en zo, maar zometeen wil je een script office schrijven, dan krijg je ook scenaristen en of je wil een script office bouwen. En je mag dan ook met een aparte tool inderdaad je eigen films maken. En zijn wij de producer?
We zijn... De studio exec. Ja, eigenlijk wel. En producers, want wij beslissen wie er gecast wordt en zo. In the movie's information bubbles. Ja, dat klinkt wel als het traditionele Hollywood systeem. En tot hoe lang gaat de game door? Okay, now you can continue to nu? Follow the movie's of eigenlijk progress. Toen? In preparation for your next movie, echt tot 2005. Ongeveer, ja, eigen tijdse films. This will help to keep the public interested in your movies. Hoe snel gaat dat? Hoe lang duurt het om van 1920 in 2005 te komen? Uren. Ik ben benieuwd hoe ver wij komen. Ja. Yeah. Kijk, ze zijn nu aan het schieten. Kijk, het zou mooi zijn als we het kunnen halen tot laat jaren 60. Dan heb je wel echt een mooie tocht door de Amerikaanse filmgeschiedenis gedaan. Ain't gonna happen, Hugo. Als we 1950 halen, dan ben ik ook blij. Ja, het gaat niet lukken. Als we 1930 halen, dan ben ik trots op ons. Oké. Maar dit is een uitgebreide simulatiegame met heel veel variatie en uitdijende mogelijkheden. Dus je blijft wel echt bezig. En vooral omdat, en dat is niet heel erg goed aan deze game, de sterren zo behoeftig zijn. Maar ja, dat waren ze in real life ook. Dus dat is ook gewoon mis in de real world simulatie. Oh, lekker verschrikkelijk. En heb je ook filmpers? Wordt je film ook gerecenseerd? Ja. Afhankelijk van hoe je de... Even kijken, we gaan even een richting van onze studio aanwijzen voor Wild Westen sets. Want daar gaan we deze kant op. Ja, sowieso. De western is zo'n beetje het eerste shooting, the rest of the genre dat je echt kan doen. Je kan actiefilms maken, horrorfilms en zo. Dat kan eigenlijk altijd, maar wat voor genre je film echt heeft, dat hangt een beetje af van de sets. Je hebt wilde westen sets, je hebt horror sets, je hebt sci-fi sets, weet je wel. Oorlogsfilm sets. En die kunnen in elk genre gedaan worden. Maar de sets die bepalen in feite wat voor film het is. Ik ben er helemaal voor om full-on western te gaan. Dat past natuurlijk ook erg bij... Maken we gewoon een western studio. Yep. Ja. Hoe oud is de western ongeveer? Weet je dat uit je hoofd? Nou, de western is eigenlijk volgens mij bijna zo oud als film zelf. Er is in ieder geval in... Wat is het? 1902, als ik me niet vergis. The Great Train Robbery. Dat moet 1902 of 1912 zijn geweest. Ja. Dat was een toendertijd erg baanbrekende film. Oh, 1903. Dus ik zat in de buurt en toch ertussen. Dat is een korte film van 12 minuten. Maar ja, dat was één reel. Was ongeveer tussen de 12 en de 14 minuten. Dus het is gewoon een one reel film. Was lekker makkelijk. Die hang je aan de projector, die draaien. En dan heb je een hele film gezien. Van Edwin S. Porter. Hij is een van de grote Amerikaanse eerste filminnovators. Dat is een hele toffe film eigenlijk nog steeds. Gaat uiteraard over een stel bandieten die een trein gaan overvallen. Ze beginnen bij het station bij het station en dan de opzichter van het station. Die kidnappen ze. Dan houden ze de trein tegen, springen erop, beroven de boel. Maar uiteraard is er iemand die de politie inlicht. Bij een volgend station worden ze aangehouden en gearresteerd en weggevoerd. Dat is de film. Maar dat is... kijk, we zijn nu in de saloon. Ja, dit is dus wat je gewoon even klikt. En je ziet dus tientallen van dit soort sets tegelijkertijd. Maar best wel mooi gedetailleerd, hè? Ja, yep, dit is best wel dope. Ja, dit is heel keertje. Cool. En het leuke is, je hebt dus ook verschillende soorten shots hier. Je kan shots richting de bar, richting de piano, richting de trap, richting de ruiten, richting de tafels, richting de deur. Heerlijk. Het is heel erg tropisch saloon natuurlijk, maar... Yep. Maar ja, dat waren ze toen de tijd vaak, want de western was een van de populairdere genres om te verfilmen. Je had eind 19e eeuw had je heel veel van die goedkope dime pockets, dime novels die je kon kopen in de lokale marktjes en soort grocery stores en newsstands. Goedkope boekjes met vaak soort western themed lectuur. Vaak Cowboys versus Indians natuurlijk. Dit is een rap trouwens voor The Baggage Boy. Hey, nice. The Baggage Boy is a rap. Die is in the sheet. Lekker. Vrrr. Ik zag de game.
dat is natuurlijk ook toen in de jaren 20 de filmindustrie naar Hollywood ging. Dan ben je in één keer in de buurt van, de Monument Valley. Natuurlijk van alle woestijnen in de buurt van Las Vegas en Nevada. Oh, dit is de slechtste film die ik denk ik ooit heb gemaakt. We gaan hem uitbrengen, Hugo. Ja, hier staat nog een hier een release als je dat nodig hebt. Er is nog geen mogelijkheid voor postproductie en zo. Script quality. 1 ster. Hey, maar de set is mooi gemaakt. Ja. Blijkbaar. En de crew experience is poor, maar dit is onze allereerste film, dus die is hoe dan ook verschrikkelijk. Novelty value, superb. Ja, film is net uit. Echt de eerste film in de burgeoning film industry. We gaan hem kijken. Yes. Ik zet het geluid wel aan. Dan ja, honky donk. Ik hou mijn mond. Maar je klipt door de hal erheen. Maar Rob, sorry. Sorry, maar dit is wel echt een 1903 film in plaats van een 1920 film. Ja, maar zometeen maken we al verfijnde westerns. Dat wordt nog eens een rode loper evenement. Ja, het enige subversieve aan de film wat ik heb bespeurd is dat hij wel de Baggage Boy heet en dat we dan een toch zo. Ja, wat wij doen bij Emmerberg Studios, of nee, sorry, bij Small Bean Studios, is genderblind casten. Precies. Oké, wat gaan de critici zeggen? Ah, kijk, hier zie je dus hoeveel de films de regisseur en de acteurs hebben verdiend. En de crew wat ze hebben bijgedragen. En hoe duur de film was en hoe lang het duurde om hem te maken. En dit is 10.000 in niet 1920 geld, maar in game geld. Dus niet te veel waarde hechten aan dit bedrag. Dat is een abstractie. Alright. Dat is best wel een flink bedrag voor 1920 geld, Jim. Uh-oh. The acting was more painful than gouging out your eyes with a spoon. Of eigenlijk moet je dat met zo'n elitair Brits accent voorlezen. Aaron Tidley was so wooden, you could make a table out of her. To say Travis Cummings' direction was poor would be an insult to the unwealthy. Dus daar kan je eigenlijk aan opmaken wat je beter kan doen in je volgende films. Maar ja, cinema die is on her side. A good first comedy effort from Small Bean Cinema. Zo horen we het graag. Dat was het ook. Ja, wat zou Filmkant hier... staan er weer niet tussen. Worden altijd gewoon verwaarloosd. Ja, waarom heb je niet een simulator voor een... Filmcritic. Oh my god. Gewoon cinema at the cinema game. Now that you have a movie out, your employees trouwens, runt dit op de Sims 2 engine ofzo? Ik denk eigenlijk dat dit een originele engine is. Ah. Maar ik weet het niet zeker. Even kijken, jullie zijn lekker allemaal aan het kletsen. Iedereen is blij vanwege een nieuwe film. En dan moeten we wc's gaan bouwen. Shit, hadden we die al die tijd niet? Nee, maar die mocht ik nog niet bouwen. Ah. Flauw, hè? You need to build another restroom. The more employees you have, the more restrooms you'll need to keep your sanitation rating high. Ja, nou hè.
Laat me gewoon met rust. Your employees need good catering provisions too. Ja, a snack van will do for now. Als ik wist dat er een hoe weet het? Snack van doen we gewoon midden op de lat, hè? Wat zeg je ervan? Gewoon, ik bedoel echt vooraan. Yep. De taco truck. Great. This will raise not only your catering rating, but your stars make better and their mood bar shows you how happy they are. Thank you. When the mood bar goes beyond the upper threshold line, it will glow green. This means a star is very happy. Gaan jullie eens even betere vriendjes worden. En jullie ook. Oh wacht, je moest naar de wc? Sorry, ga maar. This is KFVS. When the mood bar goes below moet je ook the lower threshold line, voor je sterren dat ze naar de wc gaan? This means a star nee, is maar very ik plukte hem weg terwijl hij op weg was naar de wc. Dus dat is een beetje merkel. Unhappy stars could cause you problems, so look out for the red emergency icons. Het wordt wel heel erg 21st century als we gewoon een soort snackcourt met food trucks aan de ingang van ons evenemententerrein hebben gezet. Ja, maar dat is de benefit of hindsight, weet je wel. Ja, precies. Misschien kunnen we een muntjesverkoper ook nog aan het begin plaatsen. Ik bedoel, kijk nou, hij heeft elektrisch verlicht en hij heeft een afzuigkap en zo. Ah, hij ziet eruit als een Italiaans-Amerikaanse ondernemer. Hey, this is Giorgio's. Ja, Napoleon, nice cream. Wat lief. Maar dit is anachronistisch. Sowieso, die parasol, ik weet ook niet of ze die al hadden destijds. Nee, dat is gewoon een goede branding voor de videogame, zie ik nu al. Oké, maar... One way to improve a star's image is to give them a makeover. To do this, you'll need to build makeover. A makeover. Remember, you can rotate a building by holding the left mouse button and moving the mouse around in a circle. You can drop builders around the sides of the building to speed up construction if you want. Mevrouw, serieus. Ik weet dit. Use the arrows above the star icons to view your other staff types. Staff icons black and white had ook al zo'n hele nare verplichte tutorial die heel erg lang duurt en niet te skip is. En het maakt niet uit hoeveel playthroughs. Gelukkig zijn er nu mods die dan, weet je wel, daar een eind aan maken. Oh, I was so good. Jongens, zijn jullie... Maar is onze film nu al lucratief geweest? Hebben we daaraan verdiend? Ja, daar ga ik even naar kijken. Maar deze janitor was de fonteinwater aan het geven. Daar staan we even naar kijken. En hoezo gaat ons geld omhoog? Komt dat omdat de film nu nog verkocht wordt? Ja, of... kijk. Je springt de film uit en die blijft geld in de harken. Die box office gaat around your studio. Nice. Maar natuurlijk, in het begin gaat het veel sneller. En we hebben al van de 10.000... voor 10.000 hebben we al 46.000 terug. Dus dat is... Zijn goed aan het recoupen. Ja. Yeah. Zijn de Christopher Nolan van de jaren 20. Oh, Nolan. Hij is tevreden met de box office, zei hij. Ja, wat gaat hij anders zeggen? Okay, the makeover department is ik zou ook tevreden zijn met de box office als ik hem was in de globale pandemie. Wauw, maar het is echt werkelijk niet in mij opgekomen. Californië is goed voor film, want Californië is warm en licht. Mm-hmm. Zo. En het is de mindset, hè? Want New York was al best wel... I mean, er kan natuurlijk veel in New York, maar het zijn wel de gebaande paden. En dit was echt de... Drop a star ja, I mean, in the niet voor niets bestaat die mythe van het Wilde Westen ook voornamelijk in Hollywood. Maar ja. Het was een plek waarin je jezelf opnieuw kon uitvinden. Je kon er naartoe komen en iets voor jezelf beginnen. Het was de soort... op een bepaalde manier op ambitieniveau het afvoerputje in sommige gevallen van Amerika. Wauw. Maar ja, dat trekt dan wel weer de excentrieke, weirde mensen die uiteindelijk ook echt soms, weirdly enough, groot zijn geworden in deze plek. Oh ja, dit staat hem goed, hè? Kijk, ja, dat is best wel goed, ja. Ja, want we maken hier gewoon een cowboy van. Maar ook gewoon, weet je al... Door de weest, gewoon. Gewoon permanente cowboy. Plus, als we een western nu met hem maken, zijn we Django ook 50 jaar voor. Dus dat is ook niet verkeerd. Dat zie ik al zitten, ja. Een beetje een Chaplin-achtige snor. Nee, deze handlebar vind ik wel leuk. Yep. Oh. Bakbaarden. Ja, Wolf is inderdaad misschien het goede. Oh, echt zo'n Clark Gable snorretje. Ja. Dat is niet heel western. Dat past niet heel erg bij de cowboy, nee. Nee, dus dan nemen we gewoon even die...
Weet je, deze handlebar hier zo, juist. Ja, die werkt ook. Or using the makeover screen is a lot okay. Make great. Fantastisch. Remember to revisit the makeover department if any stars are on. As you can imagine, the more successful your stars become, the more might hover over one of your stars. If you want to move on with, as a star's rating increases, they'll demand higher pay. Yes, Cookie vraagt naar de Christopher Nolan reference, maar dat gaat over Tenet van Christopher Nolan, die natuurlijk uit is gekomen tijdens de coronacrisis. Waarvan het heel erg de vraag was, want het is een dure film, zou die genoeg ophalen bij de box office om die keuze te veranderen. Christopher Nolan heeft deze week in een interview laten weten dat hij dus heel blij is met hoeveel geld er alsnog is binnengekomen. Er is ook, de film is uit de kosten gekomen, dus dat is best wel exceptioneel voor een hele dure Hollywood film. Ja. Maar studio's hebben alsnog niet echt daardoor besloten om meer films te releasen. Want wat ik al eerder zei, Bond is nog steeds uitgesteld. Batman is uitgesteld. Alle Marvel films zijn uitgesteld. De Pixar film Soul, die gaat naar Disney+. Yeah. Dus de bioscoop wordt een beetje gemeden, ook omdat het zo onzeker is. I mean, de bioscopen zijn bij ons nu ook weer dicht. Dus ik snap het wel. Dus hij zegt, I mean, de film heeft genoeg geld opgebracht. De studio's zouden hier andere conclusies uit moeten trekken dan dat ze doen. En mijn conclusie is, we did it. Ja, hij heeft het wel geflikt. Oh. Hugo, we hebben het script van onze tweede film gekregen. Normaal schrijf je ze zelf of kies je het genre zelf en zo. Maar nu, omdat het een tutorial is, worden we gewoon dit krijgen we dit aangereikt. Love Lasso is een roman. Remember to follow the guiding stream. Available extras will automatically fill any minor roles in your movies. And it's ook genre experience. And you helaas snap ik het heel goed. Tegelijkertijd is het wel echt heel sad dat voor een type filmbezoeker er helemaal niks in de bioscopen drijft. Moet je voorstellen dat in Nederland bijvoorbeeld gemiddeld de Nederlander 1,7 keer per jaar naar de bioscoop gaat. Ah, oh, dat is zo weinig. Yep. En dat is historisch gezien een Harry Potter of een Lord of the Rings geweest, of een Alles is Liefde of Soap. Films die meer dan een paar miljoen bezoekers trekken in Nederland. Dat zijn dan vaak ook de mensen die gemiddeld 1,7 keer per jaar naar de bioscoop gaan. Al die films, die worden wel uitgesteld. Tenminste, het gros daarvan. Dus voor bioscopen en distributeurs is het wel crap. Ja, verschrikkelijk. Dat er helemaal niks meer is waarmee je die mensen eigenlijk de bioscoop in kan lokken. Dat is ook waarom als je nu naar de film gaat, er best wel veel keuze is van oude films. Dat je, we hebben onze Lord of the Rings terug in de bioscoop, The Shining is terug. Yep. Goodfellas komt binnenkort opnieuw uit in de bioscoop. It's great for lovers of film, want er zijn best wel toffe films die je misschien nooit eerder in de bioscoop hebt kunnen zien. Als je van een bepaalde leeftijd bent, maar het is voor gewoon de doorsnee bezoeker is het aanbod erg karig. Ja. Ah, jij bent ook al sinds januari niet meer naar de bioscoop geweest. Ja. Snap ik trouwens. Tegelijkertijd, wat wel heel zuur is, is er is laatst een studie gepubliceerd dat blijkbaar er wereldwijd via alle soorten contactonderzoeken instanties in verschillende landen geen enkele case is gelinkt aan de bioscoop. Aha. Sinds het uitbreken van de corona in maart. Dus het is een relatief best wel oké plek als er afstand wordt gehouden en je hebt een maskertje op en dat soort dingen. Oh, dat is waar. Ja, ik ben ook niet gegaan, in ieder geval. Mijn filmbelevenis is vrij sneu sowieso. Mijn kijkgedrag is de afgelopen maanden heel erg gebaseerd geweest op comfort. Dus ik heb Scrubs gekeken in zijn geheel, weet je wel. Modern Family, Avatar The Last Airbender. alle Disney films sinds de M. Night Shyamalan film of de tv-serie? Oh, wat doe je me aan? Nee, de serie. Dit is een stream waar we het alleen over de serie hebben. Ja, tof, ja. Het is wel een goede serie. North, ja, ik snap je, Jesse. Okay, ja, jij ook. Ik snap het heel goed. Ik ben zelf, ik heb nu sinds kort programmeer ik film in een schouwburg in IJmuiden.
Stad Schouwburg-Vels heet die. Yep, het is een open plek. 700 stoelen. Met de huidige capaciteit mogen daar 30 mensen in. Dus het is echt insane safe voor je gevoel. Maar alsnog merk ik dat er veel mensen daar in de buurt zijn die gewoon niet komen. En I mean, I'm not blaming anyone. Nee, want iedereen moet op zijn of haar eigen manier sowieso op zichzelf letten en bijdragen aan het niet verder verspreiden van het virus. En niet naar de film gaan of überhaupt gewoon niet meer de luxe nemen van, ja, toch uitjes voor je eigen plezier, snap ik heel goed. En is eigenlijk heel erg lovenswaardig. Ja. Het is gewoon zo moeilijk. Het is zo lastig, omdat ik hou van in de bioscoop zijn. En ik ga nog af en toe wel. En ik draag dan wel gewoon een maskertje ook en zo. Want ook inderdaad in die zin wel better safe than sorry. Maar ik kan het niet laten om niet af en toe in de bioscoop te zijn. Tegelijkertijd zou ik nooit iemand willen pressuren om op dit moment naar de film te gaan. Want daar is het gewoon niet de tijd voor. Maar verdorie, Hugo, je bent een filmjournalist. Als jij niet naar de bioscoop zou gaan, dan... Ja, wie dan nog wel? Precies, daar kan je ze net zo goed opdoeken. I mean, gewoon een soort van full disclosure. Ik ben naar het filmfestival van Venetië geweest in september. Zat daar in de jury. Heb daar de hele tijd alles met anderhalve meter afstand... alles met anderhalve meter afstand gedaan en gekeken. Altijd maskertjes op. Toen ik thuis kwam heb ik wel corona gekregen. Maar ik denk dat ik dat in het vliegtuig heb gekregen. Wacht, je had Ronnie uit het vliegtuig gekregen? Ik denk het. I mean, 10 dagen later had ik Ronnie. Oh mijn god, je hebt Ronnie gehad? Yep. Dat heb ik helemaal niet meegekregen. Great. Your latest movie has finished shooting and is ready for release. In Venetië was alles anderhalve meter afstand, alles maskertjes. Terug naar huis zit je gewoon toch in een uitverkocht vliegtuig. 2 mensen naast je, allemaal mensen voor je, achter je. En een uur in de flight komt toch gewoon dat drankje en het hapje langs en gaan alle maskertjes af. Ja, dat is. Hey, voordat je verder gaat dus met deze anekdote, we gaan Love Lasso uitbrengen. Hey, is die al helemaal op? Ja, zo lang zijn we al bezig. Kijk, je wil dus ook de relatie tussen acteurs en regisseurs goed houden en zo. Poor, good, standard. Deze is even goed als... Lekker knus inderdaad, dat is echt crap. Alright, let's watch it. Kijk nou hoeveel geavanceerder deze eruit ziet. Er wordt al geknipt en zo. En is dit was dat een lesbische relatie? Of gewoon een vrouw kan een andere vrouw bloemen geven? Dat is natuurlijk. Dat was de film. Hij is gewoon korter dan The Baggage Boy. Ja, dit is wel short en snappy. En inderdaad, dit is ook weer relatief progressief voor mijn gevoel. We zitten wel op een goed spoor hier, Pim. Ja, dat gaat de goede kant op. Ollie Perkis, Clavel, Holroyd. Ik ben nu al Cummings fan. Ja, Travis Cummings heeft een oeuvre, hoor. Ik ben ook een Cummings head. To say Travis Cummings' direction was poor would be an insult to the unwealthy. Cinema, je valt in de herhaling. Dat is gewoon een plagiaat van een ander artikel. Ja, die filmpers toen was ook al echt heel crap af en toe. Oh ja, I've seen chimps act more convincingly than this. Shit, we moeten een film met apen maken, hè? Maar your latest tot nu toe, hè, heeft de top of the charts. You'll need silence. To book the star rating of a star, increase a movie's star rating to get more detail part of a star's movies or your studio's rating. Welcome to get a breakdown of Bubble the best and simulator. Worst features of the studio by reading the studio. After making a movie, discover over it. With time, you'll acquire new facilities in which your stars can de-stress. Okay, so for your next movie, bubbles. You'll need to write your own script. Ah, we krijgen ons eigen script. Maar dan kunnen we nog geen...
Dan kunnen er nog niet zoveel mee. You'll need to build a scriptwriting office. Do this now. Oké, dan maken we hier een onze algemene voorzieningen kant. Okay, while the scriptwriting office is being built, hover over your stars to see if you can improve any of their moods. Ik heb Remember, een idee. You can right click to see all of their information. Hier gaan we. Ze plagen me. Ja, ik heb er weinig last van. Maar nu komen we wel langzaam in de soort full-on studio head mode. Dat we onze eigen script office hebben. Ja. We hebben onze regisseur, we hebben ons talent. We beginnen nu langzaam die movie moguls te worden van de jaren 20 en 30. Dat is een goed iets. Ja, het studio tijdperk was wel een goed tijdperk voor films. Zelfs al was het niet. Het is ook toch ook, die periode was toch ook misschien niet beter voor de vrouwen, maar wel beter voor de representatie van vrouwen in films. Dat is een goeie. Nou ja, sowieso over het eerste, het was een goed tijdperk voor films, want studiohoofden die hadden ontzettend veel macht en ontzettend veel concurrentie onderling tussen elkaar. Dus er was echt best wel een harde wapenwedloop om de beste scriptschrijvers te hebben. De beste acteurs, de mooiste acteurs natuurlijk ook, en dan goede regisseurs. Maar wat de grap is van het studiosysteem vooral, is dat de regisseur best wel vaak een ondergeschikte plek had in het hele systeem. De scriptschrijver en de producent waren de eigenlijke makers van de film. Echt waar. De regisseur, en dat lijkt nu meer op het hedendaagse bijvoorbeeld televisieserie model, wat ook bij Netflix en HBO zit. De regisseur is de uitvoerende persoon die simpelweg ervoor zorgt dat wat op papier staat met alle ingrediënten. Sorry, ja. Oh, ik ben echt bubbels aan het klikken als een malle. Oh my god. Choose a star and pick all right. Choose a star and pick them up. Even ook weer terugkomen. You can see how bored they are to make us all right. Choose a star and pick them up. You can see how bored they are and their genre experience by hovering over them. Alsof jij nu nog niet weet hoe je een star op moet pikken en moet kiezen. Zo, ja, dat heb ik gedaan. All right. Choose a star and pick all right. Maar ja, regisseurs die hadden weinig toe te voegen, die moesten gewoon doen wat ze gezegd werden. Dus het hele idee van dat een regisseur de kunstenaar of de maker van een film was, was in de jaren 20, 30, 40 en eigenlijk ook nog 50 niet echt gangbaar. Nee. De studio maakte de film. Dus het is hier Small Bean die de maker is van de film. Wij zijn de kunstenaar van de film. We gaan lekker veel geld besparen door alleen maar western dingen te maken. Dat zie ik wel zitten. Ja, heel goed. Ja, bouw daarop uit. Beyond Reason, de regisseur die in elke van zijn films een meerdere laptop bezit en de Super Jezus speelt. Ah, dat is die Neil Breen. Ja, ik ken hem ook niet. Ik heb hem net gegoogeld en zijn hoofd is wel heel goed. Goed fout ergens. Maar je had het over de positie van de vrouw in het systeem. Natuurlijk speelden vrouwen prominente rollen in deze films, want je had gewoon totale, ja, de rise of the movie star begon met vrouwelijke actrices. To make a star. Het begon all zelfs right. in Zweden met Ada Nielsen right. en met andere Europese actrices. En dat waaide over naar Amerika, waar Eva Gardner en andere actrices van de jaren 20 groot werden en ook echt groot. Dat was toen BTS, Beatles, Larger Than Life vibes, wat voor de jaren 20 erg ongewoon was. Yeah. Celebrity culture is in die zin ook een beetje in Hollywood geboren. Of in ieder geval, daar werd het ook heel snel gecultiveerd met movie magazines, promotional soort van packages van de studio's waarin actrices en acteurs werden aangeprezen. Slim. En werden verkocht aan het publiek. In één keer werden hun gezichten het visitekaartje van filmstudio's. Want als je een actrice of acteur was in deze tijd, dan werkte je gewoon voor een movie executive. Dus dan werkte je specifiek onder contract bijvoorbeeld van ons. En dan bleef je ook onder contract van ons voor 10 films, 20, de rest van je leven. Of voor een x aantal jaar en een
onbenoemd aantal films. Enige wat wel eens gebeurde is dat als er een veelbelovend project bij een andere studio was en ze zochten bij jouw studio voor die ene acteur of actrice, die kon je dan leasen aan de andere studio met de hoop dat die film dan heel succesvol zou worden en dat dan die acteur of actrice weer terugkomt bij jou, daar dan weer een film maakt en dan kan je meeliften op die soort hype van die vorige film, waardoor de waarde van je star omhoog gaat. Dat soort dingen gebeurde er de hele tijd. Het was een soort koehandel eigenlijk in mooie gezichten. En of de vrouw daar dan nou een gunstige positie in had, het is natuurlijk lastig om het allemaal over één kam te scheren, maar over het algemeen. Jij mag trouwens het volgende genre kiezen voor de script. I mean, ik zou action dan doen als we die western set hebben. We hebben hier al een action script liggen. Oh. Dat heb ik voor jou gedaan. Maar we kunnen er nog eentje doen hoor, want dan krijgen ze daar meer ervaring in. Oh ja, doe maar. En western horror klinkt ook al goed, ja trouwens. Volgende maar de western horror. Oké, is goed. Zo, en zijn jullie klaar met oefenen jongens? Bijna. En dan zetten we deze twee, een Cummings productie met Nutter en Nutter Cummings. En Nutter Cummings. Nut or Cummings. We hebben veel geld, dus we kunnen wel even wachten tot zij een beetje ingewerkt zijn. Hé, hey, ja, we gaan wel lekker. Ja, leuk is, je kan in deze game kiezen om gewoon veel films uit te brengen en een beetje te baden in het geld van matige films. Maar je kan er ook voor kiezen om zoveel mogelijk te investeren in losse films, zodat je misschien de kwaliteit daarvan kan verbeteren. Look out for more tips and useful information as you progress. Wij gaan die middenweg zoeken van veel films die steeds beter worden, toch? Ja, dat is wel de bedoeling. Vooral omdat ze natuurlijk steeds maar beter worden in hetzelfde soort film. Ja. Zo, Cummings is een good genre fit action, want hij is een knappe man en hij heeft er al een beetje ervaring in nu. Dit wordt onze beste film tot nu toe, Battling Gatlings. En, de Baggage Boy levert geen geld meer op. Ja, die is ook al oud nieuws. Die is 2 jaar oud. Ja, dus dan stoppen we hem in het archief. Je kan nog de reviews en zo kijken. Tot dusver alles onder controle. En dan gaan we deze drama queens even... die sets worden waarschijnlijk bezet zometeen. We zien wel welke sets er overblijven. En dan kunnen ze met elkaar praten. Dat is bouwen een onderlinge relatie. Hoe werkt het archief, Pim? Dat is een hele goede vraag. Je gooit hem er gewoon in en that's it? Of moet je ook na een tijdje echt een archief bouwen of zo? Nee, het is inderdaad het. Je hebt geen mooi archief te bouwen. Nee. En je hebt ook geen risico dat het in vlammen opgaat of dat de film wegteert. De Universal Fires van 2008, die krijgen wij niet. Battling Gatlings wordt op deze set geschoten? Dat is doodzonde. De hele film wordt geschoten op de stage. Waar huur ik jullie voor als we die fantastische nieuwe sets hebben? Dit gaat niet de beste film worden die we gemaakt hebben. Nou, misschien wel, maar het is niet inderdaad de bedoeling. Maar heb je wel eens daarvan gehoord, Pim, die Universal Fire van 2008? Ja, dat was eigenlijk geheim gehouden volgens mij. Relatief geheim gehouden. Echt desastreuze brand waarin heel veel master reels van films zijn... Ja, en vooral van heel veel muziek, want dat is tegenwoordig dus van het studiosysteem. Vroeger dan, Small Beam Studios is gewoon alleen maar film, heel dedicated. Maar vanaf de jaren 60, 70... je hebt er nooit meegekregen. Ja, vanaf de jaren 60, 70 werden filmbedrijven vaak samengesmolten met bedrijven van majors die ook rechten hadden in muziek. En in bijvoorbeeld televisie en in andere soort media enterprises. Je hebt dus in Hollywood allemaal van dit soort studio spaces waar wij nu op aan het bouwen zijn. Waaronder eentje van Universal, waar dus allemaal backlots staan. Dat zijn die gebouwen waarop filmsets staan. Waar ook echt gewoon publiek doorheen gaat. Want als toerist kan je daar dan een bezoek plegen en dan krijg je een guided tour langzaam af. Studio spaces van Universal en dan zie je van
oh, hier is deze film gemaakt en hier is dit opgenomen, bladibla. Ja. 2008 is er een keer een brand uitgebroken in een van deze soort gebouwen die je hier nu ziet, maar dan veel minder mooi. Het was eigenlijk een soort greenhouse-achtig gebouwtje. En dat was super clandestien. Van in één keer was er vuur, allemaal brandweerlieden rukken uit, blussen het uiteindelijk. En er is een soort vibe van, misschien is er iets mis, maar niemand heeft echt een beeld van wat er nou precies is gebeurd en wat er verloren is gegaan. Wat nou blijkt, is dat Universal de master tapes van allemaal muzikanten, echt van de jaren 40, 50 tot aan 2000 nog wat, van Led Belly naar Miles Davis, Marilyn Monroe, naar Nirvana, Smashing Pumpkins, gewoon en allemaal dingen daartussenin, alle mastertapes, dus de originele opnames. De Smashing Pumpkins vind ik niet zo erg, maar de rest is wel. Maar alle originele opnames die ze daar hadden liggen, wat heel veel waard is, want dat is op hele hoge kwaliteit audio reel opgenomen. Daar kan je dan weer allemaal remasters van maken en dat zijn allemaal dingen die dan later altijd weer een keertje, bijvoorbeeld 20 jaar na dato, uitkomen op high quality vinyl en dat soort dingen. Dat komt meestal allemaal van die master recordings. Die zijn dus allemaal in vlammen opgegaan. En het sikke is dat ze niet eens met zekerheid weten wat er allemaal in verloren is gegaan. Er zijn nog steeds allemaal dingen vermoedelijk verloren. En er zijn dus ook een hoop artiesten die niet eens weten of hun mastertapes, levende artiesten die niet eens weten of hun mastertapes er nog zijn. Ja. En dat is dus waarom ik ook vroeg naar dat archiveren, hoe werkt dat hier? Ja. Want dat is dus een grote puzzel die dit soort bedrijven vaak niet hebben willen leggen, want het is duur en het lijkt niet heel veel direct op te leveren, dus het heeft weinig prioriteit. Ja. Tegelijkertijd, many, many things have lost in fires. Ook van de filmgeschiedenis, films van voor 1920, 80% van al die films wordt verloren geacht. Overigens, Menu of Disaster gaan we niet filmen, want het script is niet van They Dug Too Deep, wat ik trouwens een prachtige titel vind, schijnt een beter script te zijn. Dus die gaan we. Hey, dat is onze horrorfilm. Ja, dat is onze horrorscript. Ik ben daarna een romantische film aan het schrijven, want daar hebben onze actrices veel ervaring mee. We kunnen een van de actrices. Die hebben allemaal nul horrorervaring. Dit gaat niet goed worden. Maar die kunnen we, een van hen kunnen laten regisseren en dan hebben we er niet om te kijken. We hebben genoeg crewleden. Dat is een goed idee. Dan krijg je ook gelijk een tweede, betere regisseur erbij natuurlijk. Ja. Als zij meer doen. En hoe heet het? De set is bijna klaar. We zijn nu net begonnen met het schieten van de laatste scène. Wat hebben ze Nutter aan? Wat gebeurt hier? Hij ziet eruit als een soort van sci-fi gladiator. Iets wat William Shatner zou aantrekken op zaterdagavond. Horror romance. Oh mijn hemel, dit is die actiefilm. Ja, ik zie weinig actie erin gebeuren. Dat gaat echt een ramp worden, denk ik. William McDuff here. How are you? Horror romance vind ik een interessant idee. Kan je dat soort van doen? Kan je zulke mashups bekokstoven? Nu niet, maar later misschien wel. Oh, we kunnen Battling Gatlings uitbrengen. Zeg de titel even. Battling Gatling. Battling Gatlings. En? They Dug Too Deep is gelijk klaar voor productie. Maar dat is een trein. Maar dan kan Cummings misschien gewoon even uitslaan. Oh, dit is onze beste tot nu toe, denk ik. Oh! Bijna een hele ster. Je begrijpt, naarmate films complexer worden, krijg je meer sterren als het ware. Dus dit is niet een soort van, je doet niet een van 1 tot 5 vanaf het begin. Dus uiteindelijk kun je 5 sterren films gaan maken. Is meer een, dat onze repair of set steeds superb is, ben ik wel heel blij mee. We hebben blijkbaar een hele goede crew in dienst. Ja, of de sets zijn gewoon gloednieuw. Fair enough. Ik ga hem aanzetten. Wow.
Dit is een bug, maar het is wel cool. Ik vind dit echt een veel smaakvollere film dan ik had verwacht. Ja, dat was intens. Alleen, camera's waren in die tijd nog niet heel erg goed. Want je hebt natuurlijk veel licht nodig bij oude camera's om mensen met donkere huidskleur beter vast te leggen. En dan krijg je dus dit soort dingen. Het soort accidental avant-garde. Ja, laten we het daarop houden. Deze film was even duur als de vorige. And the sets are less interesting than a train spotting accountant. ik heb hem één keer eerder gebruikt, jongens. Come on. Maar geen zorgen. They Dug Too Deep wordt gefilmd in onze woestijn. Jee. Oeh, het is wel een mooie woestijn. Ja, toch? En dat zijn zo'n beetje alle western sets die we nu kunnen bouwen. We kunnen ook een horrorkelder bouwen. Die is wel te gebruiken voor western, toch? Ja, laten we sowieso de horrorkelder bouwen. Ja. De Musty Cellar. En die bouwen we dan ook al even... Nee, die ga ik niet meer in westerns te bouwen. Zo, even een paadje er naartoe. Hugo, even een compleet andere take, hè? Was het voor jou ook zo'n verschrikkelijke week? Ik ben opgebleven de eerste nacht voor de verkiezingen tot een uur of drie. Wat een totale pointless exercise is, want je leert niks, er gebeurt niks. Nee. Het is gewoon puur een soort ritueel, I guess, om het gewoon maar te doen. En dan ga je naar bed, weird. En dan word je weird wakker, want dan denk je, is er al iets gebeurd? En dan is dat natuurlijk niet. Maar daarna heb ik het wel heel snel laten vallen, omdat ik dacht, Biden gaat vast wel winnen en... Steeds dichter Biden. Ja, ik had gewoon in ieder geval geen zin om 3 dagen daarover te stressen, want sowieso ben ik niet... al überhaupt principieel te hyped over dat Biden aan zich wint, zeg maar. Nee, dat... Het gaat me om de Trump... Iedereen gaat het natuurlijk om de Trump-verlies, maar sommige mensen gaat het nu te hard om de Biden-win ook. En daar heb ik minder connectie mee of zo. Dus toen heb ik het maar heel snel losgelaten. En toen werd het best wel een relaxte week trouwens. Behalve dat de bioscopen dicht gingen en dat soort dingen. Het was een weirde week, vooral met veel wachten. Met zoals existentialisten dat zouden zeggen, met veel ennui. Het was wel heel erg veel wachten totdat er iets wezenlijks ging gebeuren in het leven. Yeah, dat was een beetje irritant. Maar inderdaad, het was self-torture, man. Het was, ik weet niet waarom we het onszelf allemaal aandoen. Ik snap ook niet waarom... er inmiddels niet een soort beeld is van bijvoorbeeld de Amerikaanse verkiezingen dat het lang duurt. En dat je niet gelijk de eerste dag helemaal primed hoeft te zijn. Want... Holy shit, kijk deze achtergrond voor de woestijnset. Hoezo zijn we in een soort Total Recall? Total Recall inderdaad. Wow, dit wordt een... They Dug Too Deep wordt een gouden film. Een proto-sci-fi western hybrid. Cowboys en zombies. En dan komt er dus weer een andere achtergrond. Nu hebben ze gewoon de mesa's hier. Wachten op... Sorry. We gaan weer terug naar de... Deze game is weird. Oh, sorry. Je wilde naar de wc? Ik moet niet zomaar mensen oppakken. Ik moet eerst kijken wat ze uitspelen. Zo, en nu heb ik een plek gekocht waar we... ongewenste scripts kunnen verkopen. Hey. Het levert niet heel veel geld op, maar weet je, de scenaristen kunnen wel gewoon door blijven werken en ik zit niet met hele stapels films
En waar gaan die scripts dan heen? Naar Skid Row? Skid Row? Wat is dat? Je hebt in Hollywood... heb je een soort... je hebt je hebt een paar straten, zeg maar. En die zijn in Amerika natuurlijk heel lang. Waar de grootste major studio... lots op zitten. Ja. Ik neem aan dat wij daar ook op zitten. En dan heb je ook een straat. En die werd na een tijdje Skid Row genoemd. Dat was de bottom of the barrel filmstudio's. Echt de allerkleinste partijtjes. Die zaten daar allemaal bij elkaar verzameld. En daar gingen de crappiest scripts naartoe. Sorry, Jesse. Skid Row. Is dat ook dan vernoemd naar de... hoe heet het? Wat je in je onderbroek hebt? De remsporen? Ja, ik denk het wel, ja. Oké, dat doet mij wel deugd. Zometeen ga ik na The Duck Too Deep met de vrouwen Righthoff's Way schieten. En daarna denk ik dat we nog een actiefilm doen met onze boys. Yay, actiefilm met de boys. Echt een Cummings nutter. Ik nut hem een Cummings. Hey, we hebben een nieuw iemand. Een zwart model. De game begint het moeilijk te vinden, ben ik bang. Kenny ja, Overton. We gaan haar met haar gaan we het Overton-venster. Letterlijk. Nice. Mijn lichaam. Horror sci-fi. Ze is heel knap en heel fit. Of ze is aardig knap en heel fit. Dus dit is een actrice. Yep, that's good. En we gingen een actiefilm schieten, hè? Dus dan gaan we jouw actieervaring... Oh, dat kan niet, want er wordt natuurlijk een film geschoten daar op de set. Hoe lang nog? Asus. Ja, inderdaad, wat Jesse zegt. Horror romance met haar klinkt wel heel perfect. Ja, maar ik kan geen horror romance maken, sorry. Ja, we kunnen wel eerst een horror en dan een romance maken. Ja, dat is een goed idee. Oh, ik kan vuilnisbakjes maken. Dit is echt net Rollercoaster Tycoon wat dat betreft. Waar is het goed voor? Is dat echt... Ja, mensen gooien hun afval op de grond en dat is niet. Dus ik ga even bij elke fatsoenlijke set een bakje daar neerzetten. Oké, wat hebben we nog meer? Een basketbalveldje. Oh, zodat ze zich niet vervelen. Bijvoorbeeld... Hey, The Duck Too Deep is klaar. Ik ben heel erg benieuwd. En een bankje. Twee hier. En hier nog eentje. Zo. Dan gaan we The Duck Too Deep erin gooien. Dan hebben we gewoon 3 films tegelijkertijd uit. Ja. Ja. Oei! This is pretty good. Hey! Een hele ster. Ik snap echt de hele tijd niet wat het punt van al die films is. Nee, deze zijn nog vrij simpel. Er was een vrouw die kwam met een apparaatje de dinges op. En die zag iemand en toen stierf ze. Ja, ik mis nog net een ding daartussen of zo. Maar ik ben blij dat het een ster heeft gekregen. Ja, ik ook. Kijk, mensen krijgen experience van het doen van die film. Ja. Jeff Metal. Dat is nog eens een naam voor een scriptschrijver. Zo, inderdaad. Dit was goedkoper dan de vorige 2 films. En nog een betere ook. Arme Joe Berry. If bad directing was a crime, Aaron Tidley would be facing life. Oh.
Lijkt me zo leuk, hè? Want wij doen dat niet echt meer als recensent, hè? Wij gaan heel erg zorgvuldig omhaast, of heel, heel voorzichtig om met de gevoelens van de mogelijke filmmaker die het zou lezen. Ja, I mean, laten we wel wezen, er zijn ook wel minder films die zo offensively bad zijn, die dan alsnog bij ons de Nederlandse bioscopen bereiken. Dus dat maakt het werk van een kritische asshole zijn wel lastiger. Ja. En tegelijkertijd is er wel inderdaad, zeker Tim en ik schrijven allebei voor de filmkrant. Dat is wel over het algemeen een redelijk cinefiel en genereus blad. Waarin we toch wel vaak proberen iets te distilleren uit de film wat nog de moeite waard is. En als het er dan ook niet is, dan is het ook wel vaak echt een hele slechte film. Ja. Ah, ze maar... vindt het jammer dat ze regisseur is in plaats van actrice. Dikke jammer, Aaron Tidley. Ah, ze is gewoon doodgaan aan een heart attack. Oké, dan heb ik inderdaad niks gemist. Fair enough. Ik denk dat ik gewoon nog moet wennen aan hoe weinig verhaal er verteld wordt of zo. Ja, open plekken, man. Ik vind het jammer dat we nooit zullen weten hoe Kelly Overton eruit ziet. Ja. Nou ja, ik vind op zich dat... Ah, nee, we kunnen de graphics nog niet aanpassen. Maar het schijnt dat als we de graphics wat lager zouden zetten, dat die dan dat Kelly misschien weer te zien is. Dat is heel weird. Kelly is goed met... Nog niks. Okay. Waar gaan we deze filmen? Weer op de set, jongens? Ja? Hoezo? Kan ze... Oh, de kelder is nog niet af. Of, Verschrikkelijk. Jawel. Oh, jawel. Die, kijk hier. Spooky stuff. Ja, waarom kunnen we daar niet? Leatherface zou hier een partijtje kunnen. Zo, die kettingzaak erbij ook. Ja, het is dus, ja, het is niet uitermate geschikt voor westerns, maar weet je wat werkt, wat werkt. En I love Lasso. Gaat in het archief. En met archief bedoelen we de brandstapel. Overigens. Wat ik? Ja. Nou, ik wou nog hebben over die sarcastische asshole zijn in filmrecensies, want Suzuki heeft het daar ook weer over. Wat ik daar zelf lastig aan vind, dat de recensies waarin ik het heb, waar ik het ben geweest, zijn over het algemeen de recensies waar ik het meest soort van op terug ben gekomen. Omdat je toch best wel vaak een soort bijna performatieve stance inneemt tegen een film. Zo van, oh, it sucks, dus ik ga voor mijn gevoel, dus ik ga proberen die film totaal naar beneden te schrijven. Ja. Het probleem wat vaak gebeurt is dat je daardoor eigenlijk vaker jezelf naar beneden schrijft dan de film. Dus je moet van hele goede huizen komen en de film moet ook echt heel slecht zijn, wil je super overtuigend die hele nasty negatieve recensie willen schrijven zoals wij die nu af en toe krijgen in deze game. Ja. En laten we wel wezen, de recensenten die in deze game vermoedelijk dit artikel hebben geschreven, zijn geen goede critici. Die hebben echt nog te weinig films gezien om te weten wat ze precies zoeken. Er bestaan ook maar 5 films of zo. Er bestaan nog maar 5 films, in ieder geval voor hun gevoel. En ik denk dat als ze eerlijk naar hun beroep zouden zijn, dan zouden ze later spijt krijgen van die recensies. Maar ik ken heel veel internationale critici, ook uit Amerika, die op deze manier schrijven. En ja, they just do it for a sport, weet je wel? En dat is wel iets wat wij Nederlanders, lijkt het, minder doen. Ja, wij hebben ook wel, laten we wel wezen, een... wij zijn veel apologetischer toe naar onze eigen films. Oh, hold on, I forgot how this works. Ja, ik schrijf niet meer recensies over Nederlandse films omdat ik te veel... Verweven ben in de... Verweven ben in die industrie, dus ik kan dat niet meer op die manier doen. Nee. Ik kan wel essays over Nederlandse films schrijven, of achtergrondstukken, of interviews. Maar een recensie werkt niet meer voor mij. Maar dat is ook gewoon een ding van een kleine industrie, of een klein land. Dat er meer mensen zijn die dat hebben, en dat zijn dan vaak wel kritische stemmen. Yeah. Maar we hebben inderdaad een soort apologetic, dat elke Nederlandse film wel 3 sterren verdient. En daar ben ik het ook niet mee eens, want er zijn genoeg Nederlandse films die veel minder zouden verdienen of zo, als we nog sterren zouden geven. Maar het voelt als een soort van als een verraad, weet je wel. Want het Nederlandse film ligt al redelijk slecht bij
En als we het dan doen, dan moeten we eigenlijk gewoon, weet je wel, er lief voor zijn. En gewoon het juist rugwind geven en zo. Ik word echt, als ik een negatieve recensie schrijf, of toen ik dat nog schreef, werd ik echt door producenten bij premières of feestjes aangesproken, weet je wel. Ja, maar hey, waarom schreef je eigenlijk zo... In Nederland is een prettig filmland en dan in één keer wordt het te klein, weet je wel. Dat gaat heel snel. Dus ik snap ook heel erg goed die werking, ook voor recensenten. En it sucks. En ik zou willen dat, dat je makkelijker meer kritisch kan schrijven, maar hoe meer je je verdiept in die industrie, hoe lastiger dat wordt. Ja, Sint was niet best, Jesse. Ah, Sint van Dick Maas. Daar heb ik ooit ook echt, maar toen was ik jong, hè, want die film is al lang geleden uitgekomen. Daar heb ik ook echt negatief over geschreven. Ik vraag me af of ik dat nu nog steeds zou doen. Ook omdat die wel een beetje... It did grow me a little bit. Ik heb wel een soort van plezier nog uit die film gehaald later. Maar dat is ook een ding. Dingen die ik vroeger kut vond, vind ik nu gewoon leuk. En dat is altijd lastig van die nasty recensies. Die dateren ook het snelst. Stel je voor, als filmwetenschapper, je duikt in de archieven van de Small Bean Studios recensies. En je leest die dingen over van een recensent die zegt... Ik had liever naar een aap gekeken dan naar Tiddly, weet je wel? Ja. Dat zijn de recensies die het meest soort van gebonden zijn door het tijdvak. Oh, we krijgen een prijsuitreiking met een silhouette. Gaan we een award winnen? Ik denk het niet. Hoe is iedereen een silhouet geworden nu? Ja, dat is de game die gewoon dingen verkeerd is gaan renderen. Het is wel een hele dope glitch. Leuk dat accessoires goed zijn. Which makes the achievements of the following stars all the more commendable. So let's have a look now at the list of nominees for highest charting star. Nee, ik denk niet dat wij dit gaan winnen. Yes! The winner is MaxiPack Worldwide. Wie is Chris Osberg, die ik nooit heb. The nominees for highest ranking studio are... Ah. And the winner is Lionsgear Productions. Ooh. The shortlist for the highest charting movie award is. Zijn wij dit? Oh my god! MaxiPack, Lionsgear en Creamboat hebben gewoon de jury omgekocht. Dat zijn de majors, wij zijn nog de minors. And that concludes our award ceremony. Ah. Dit is jouw schuld, Hugo. Jij wilde deze Western. Fuck, en we krijgen ook een negatieve review van een van onze volgers. Slecht, man. Het gaat fout. Ariana! Come on! Wat een treurige prijsuitreiking is dit. Ik vond het wel aardig voor een game in 2006 die zoveel doet. Vind ik het best wel leuk dat hij er zo in zit. Ja, het is best wel sick. Het is ook... De game nu is in 1925. De eerste Oscars werden in 1929 uitgereikt. Dus we lopen onze tijd wel vooruit. Wie heeft hem ook alweer gewonnen? Wins? Wins, ja. Wins is een legendarische... stille film met hele insane shots van echte vliegtuigen die aan het vliegen en vechten zijn in de lucht. Het speelt zich volgens mij af tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ja, volgens mij ook. Oh mijn hemel, Ride of Way heeft meer dan één ster, maar kom op, stop met het filmen op de stage. Oh, gelukkig. Deze wordt één keer op de stage en daarna de Wild West Saloon. En we gaan Ride Us Way uitbrengen. Ik ben benieuwd hoe de dames dat geklaard hebben.
They Dug Too Deep was hun vorige film. Oh. Ah, ja. Novelty value awful. Dat krijg je ervan als je op de set van The State blijft filmen. Wil je deze zien, Hugo? I mean, ze zijn zo kort, ja. Sure. Misschien krijgen we gezichten te zien dit keer. Novelty value van de zwarte schimmen die begint ook een beetje af te nemen. Vandaar de negatieve recensies. Fuck. En ik vind het ook interessant dat ze een praatfilm hebben gedaan in het tijdperk van de stomme film. Ja, yeah, it makes no sense. Waar zijn de title cards? Zij haalde haar schouders op en wij voelden dat allemaal. Sorry man. Zijn er nog belangrijke thema's die je nog even wilde aanhalen hier? Want we gaan natuurlijk niet veel verder komen dan 1929 alweer. Nee. Ja, wat is er allemaal nog in de jaren 20 waar we het over kunnen hebben? Ja, I mean, we zitten nog vol in de stille film. De eerste grote ontwikkelingen die we gaan doormaken op filmgebied zijn 1932. Dat is wanneer de geluidsfilm wordt geïntroduceerd. Een dan van de eerste. Ja, dat is pas wanneer het echt van de grond komt. Er zijn een paar prototype films daarvoor gemaakt, maar dan hebben we het over 31 en zo. En die zijn niet voor een groot publiek bestemd, maar voor de industrie. Dus ja. Over 7 jaar kunnen we misschien de geluidsfilm introduceren. Ja. Een van de eerste films die dat echt in Hollywood deed was The Jazz Singer. Dat is waar, ja. Blackface en al. Oh nee, dat was al wel 1927 trouwens. Nee. Dat heb ik mis. Wel een film die toen heel erg geliefd werd en heel warm onthaald werd. En een totale revolutie in de industrie soort aangaf. Maar verschrikkelijk om nu terug te zien. Ja. Door de blackface en door een soort totaal gedateerde politics. Oei. Ik geef iedereen even een klein beetje een loonsverhoging. Yes. Kunnen we ons dat veroorloven? Ja. Oké. Okay. Anders worden ze heel ongelukkig. En daar leiden de films ook onder. Er is een hele goede film, want je hebt natuurlijk The Artist van een paar jaar geleden, die een Oscar heeft gewonnen ook. Die gaat over die transitie van de stille film naar de geluidsfilm, maar... We mogen ook gewoon Sunset Boulevard noemen, denk ik. Ja, ik hou niet van The Artist. Ik vind dat geen chille film. Maar er is een hele goede film van veel eerder, Singing in the Rain, wat daar ook over gaat. Ja, inderdaad. Maar dan op een veel grappigere manier. Een film uit 1952. Ook echt een hele grote breedbeeldfilm. Prachtige technicolor kleuren. Fantastische performances natuurlijk. Super sicke performances. Het is een soort musical comedy. Hele, hele insane dansroutines met de tapdancing. Hele toffe musical segmenten. Terwijl ik niet van musical hou per se, maar it's really good. Ja, ik ben dol op musical, maar... En die gaat ook over die transitie van de stille film naar de geluidsfilm. Dat is, ja. Populair onderwerp. Ja. Moorden van jaren 20 acteurs en actrices weet ik echt vrij weinig van. Oh. Het enige wat ik wel weet is dat het gewoon echt totale insane debielen waren. Al die actrices en acteurs die echt... Hugo. Weet jij wat validistisch taalgebruik is? Sorry, ja, inderdaad. Maar wat ik vooral bedoel is dat ze gewoon heel veel vices hadden. En zich daar heel erg aan overgaven. Dus er zijn best wel veel mensen die zichzelf in een ongeluk hebben gereden. Veel te veel gedronken en dan met een auto naar huis. En ja, yeah, you know how that ends. Zeker. Ja. Yeah. Er zijn wel spicy en messed up verhalen uit die tijd. Maar helaas zijn die vaak wel erg onprettig ook. Want veel dingen zijn dan toch
waar toen natuurlijk geen woorden over voor waren, maar exploitatie van vrouwelijke actrices, gaslighting, misbruik. Was echt Howard Hughes, die ook heeft meegewerkt aan Wins, die de eerste Oscar dus in 1929 heeft gewonnen. Ja, daar is Martin Scorsese, die heeft nog een film over hem gemaakt, The Aviator, met Leonardo DiCaprio als Howard Hughes. Dat is waar, ja. Hij was, zijn vader was een soort magnaat in schroefjes of zoiets. Echt zo'n heel knullig ding waar hij insane veel geld mee had verdiend. Dus Howard Hughes was in een heel groot rijk gezin opgegroeid. Had superveel geld tot zijn beschikking en besloot het te schoppen in Hollywood. Want ja, wat doe je anders als je niet weet wat je moet doen in die tijd? En hij werd een van de grote filmmagnaten en een van de grote studiopersonen. En hij was een regisseur en een producent. En hij bestuurde zijn eigen vliegtuigen. Hij was een vliegtuigfanaat. Maar hij was ook een totaal... Ja. Er is een heel goed boek geschreven over alle vrouwelijke actrices, professioneel en uiteindelijk ook nog voor eeuwig amateur, die hij heeft gestrikt in zijn web en die naar Hollywood zijn gelokt. Vaak ook echt via van die castings, dat ze uit Texas komen of uit Georgia of dit of dat. En dan komen ze in Hollywood en dan zitten ze de rest van hun leven basically vast in een motelkamer, wachtende op dat ze een keer in een film mogen spelen. Ja. Erg verschrikkelijk. Dat boek heet Seduction, Sex, Lies and Stardom in Howard Hughes' Hollywood. En het is geschreven door iemand die echt heel tof is. Corina Lonworth. Zij heeft ook een podcast die ik heel erg kan aanraden als je houdt. Dat klinkt echt heel erg leuk. Als je interesse hebt in oude Hollywood geschiedenis en alle juicy stuff. Zij heet Corina Lonworth en zij heeft een podcast die heet You Must Remember This. En daarin sluiten in elk seizoen een ander aspect van Hollywood geschiedenis uit. En veel meer op een verhalend menselijk niveau dan alleen maar de feitjes en de weetjes zoals ik die kan oplepelen. Dat is echt heel meeslepend en goed en spannend en zielig en interessant. We gaan Drumhead Justice uitbrengen. En het is een veelbelovende film. Ja. Ah, dronken in de auto komt hij nog. Ja, ik wist. Nu zit iedereen met ballonnetjes in de auto. Oh, wauw. Ja. Oh, wauw. Nee, de film. Ja. Oh, shit, son. Laat het maar weer aan de mannen in onze studio over om deze film zo te maken. Ah, this is pretty good. Nog meer honky tonk. Cummins Nutter combo, hè? Which is it, baby? Cummings or Nutter? Jack Rage. Ah, dit is blackface. Dit kan niet. Hij sloeg gewoon een vrouw in elkaar. Een man in blackface slaat een vrouw in elkaar. Waar ging het mis met Small Bino? De film laat het niet zien. We hebben het alleen maar moeten aannemen. Wij weten van niets. Crew Experience Poor, die moeten een vakbond oprichten. Over mijn lijk, Rihanna. Ik ontsla ze gewoon en ik haal een paar Mexicanen over de grens. Señor Spielbergo. Oh, Pim, dat kan je niet maken. We moeten ze trainen, we moeten ze lesgeven. Geen kritieken. Hey. We hebben echt een... The best movie the studio has ever produced. Deze gaat awards winnen. Nou, daar zijn we helaas nog te vroeg voor, want over 4 jaar is pas de volgende. Over 5 jaar is pas de volgende. Dat is dan wel een soort van inline met de Oscars. Ja, is. Oké, dan gaan we nu even alle mensen. Heb je ook zoals in Crusader Kings dat de tijd sneller kan, of is de tijd gewoon fixed? Ja, nee, de tijd kan absoluut sneller, maar ik heb nog veel te veel te doen. Zo moet ik bijvoorbeeld Travis Cummings vanwege zijn enorme succes weer een kleine loonsverhoging geven. Smeerlap. Diva. En hoe is het met je stress?
Travis? Oh, dat valt heel erg mee. Wat hebben we klaar liggen? Een comedy en een sci-fi. Sci-fi. Ja, maar die kunnen we niet oefenen. Dus dan zet ik jullie gewoon even aan de comedy. Moeten ze weer dan weer op die dat shabby stage spelen? Ja, daar oefen je comedy. Voor elke set heb je een bepaald genre dat je kunt... We kunnen een custom script maken! Hey! Custom script writing office. En dan laat ik even zien hoe dat in zijn werk gaat. Ja, wil jij dat even? Ja. Er is een hele goede film trouwens over het studiosysteem. Hele toegankelijke. Barton Fink van de Coen Brothers. Nee, velen hebben hem waarschijnlijk wel gezien. Maar als je wilt weten hoe het leven van een scenario-schrijver in tijden van de Hollywood-systeem was... Wel een pretentieuze scenario-schrijver natuurlijk. Zeker. Maar dat is de grap. Dat een soort van individuele creativiteit squashed wordt. Ja. Dan moet je Barton Fink zien. En er komt trouwens binnenkort op Netflix een film van David Fincher... Fight Club en Social Network reeks er. Oh, over de scenario-schrijver van Citizen Kane. Citizen Kane wordt door velen beschouwd nog steeds als de beste film in de filmgeschiedenis. Ja. Het is geregisseerd door Orson Welles. En het fantastische is ook wel film, echt overigens. Een meesterwerk uit 1941. Echt peak studio 41? System film. Yep. Dubbel checken dat even, want dat wil ik nog yep, even. Yep, 41. Nee, man. Ja, het is 41. Nee. Google het. Ik geloof je niet. Ik ga het onmiddellijk googlen. Jij bent de expert natuurlijk. 48 in Nederland, maar daar hebben we niks voor. Nee, 41. Ja. Oké. Dat is een jaar voor Casablanca. Ja, en die film is echt... Ja, hij is ook wel echt geniaal. Vooral in hoe prachtig die in beeld is gebracht. En het verhaal is erg ambitieus. Het is een soort... nesting doll narrative, dat je begint bij de dood van iemands, van een soort oh mijn god, ze krantenmagnet. Ze schrijven allemaal films voor de stage, ik ga die gewoon opblazen. Ik ben het beu. Dan maar geen stage meer. Ik heb een builder nodig, waar is een... Ja, jij hier. Ah, Jesse, wat is uit je quiz gekomen? What trope are you? Wild West? Bank. Kijk. Hey, we kunnen robbery films krijgen, of niet? Ik hoop het wel, ja. Zeker nu de... Hoe heet het? De stage is afgebroken. Nu moeten ze wel films schrijven. Jesse is de trope angst. Nice. Jesse, wil je de link delen? Oké, gaan we nog een sci-fi script schrijven. Het is allemaal wel een slecht idee om een sci-fi film te gaan maken, omdat we daar geen ervaring mee hebben en niet kunnen oefenen. Mr. William McDuff. You may, if you wish, write to me at this wireless broadcast station. Maar ja, waar had ik het over Citizen Kane? Nou, sowieso een geweldige film over de dood van een krantenmagnaat. De hele film probeert back te tracken wie hij dan was. Deze tante. Wat gebeurt hier? Nee, dat was een intro over hoe je de movie ding is gebruikt. Even kijken hoor. Ik heb een titel nodig voor een film. Oh, we kunnen ons... Oh, ja, laat iemand in de comments de titel verzinnen. Hoe gaat onze volgende film heten? Wat voor genre wordt het? We zijn goed in romance en in action. Dan doen we wel een action, I guess. Juist. En dan doen we niet Joe Berry in the lead, maar Andre Nutter. Jezus. Waarom is Andre Nutter zo ongelukkig? Dat kan ik nu niet zien. Zo, en supporting Lucy Winter. En wat kan je doen met de structure? Dat ga ik even laten zien. Simpel en detailed. En freeform. Dus we doen wel even freeform, maar... Nee, weet je, ik neem wel even simpel. Want dan geeft de film ook een soort van... gewoon een three-act structure waar je dan in moet gaan plakken. Alright. Romance, though, zegt Jesse. Oké, romance. Alright, fair enough. Let's do romance. Maar dan moet Jesse ook een titel verzinnen. Nou, ik wil eigenlijk wel iedereen... iedereen heeft recht. Look, films!
Goeie naam voor je review, Fortje. ja, want anders, ik doe ondertussen wel even een... even kijken. Even kijken. Revenge of the... En dan heb ik nog een typisch woord nodig voor wat in een oude film voorkomt. Hugo, wat doe je me aan? Ja, ik weet het. Ik zat erover na te denken. Hij is based on it. Ik weet niet of Revenge of the past bij een oude film. Nee, dan moet je... sowieso, we maken westerns. Dan is het... Kijk, oud... High Coach Robbery River. Oh, nee. Maar we maken een romance film. High Coach Robbery Grande. Zo. En dan moeten we Nutter er weer uithalen, want volgens mij is Joe Barry de romance persoon juist. En dan maken we hem gay as fuck. Hebben we ook geen supporting? Nee, dat hoeft ook niet. Weet je wel. Oh, dit is okay. Advanced movie making. Ja, van High Coach Robbery Grande. En heb je dus hier zo suggesties voor hoe je deze film doet? En dan heb je vier categorieën. Dan gaan we de intro. En dan kies je. Zijn we het liedje van Yes R aan het namaken? Hartendief. Iemand hartstelen is ook. Wow, wow. Dat is mooi. Maar goed, Hugo, the seller of the bank? Sowieso de bank, want dat is dan de robbery, weet je wel. Misschien is iemand een bankteller die verliefd wordt op de robber. Oh ja, dat is wel een goed idee. Dus dan doen we niet to enter, maar gewoon een enter, denk ik. Kijk, je hebt hier allemaal categorieën, maar dan zie je... Onderin kan je dus zeggen van hoeveel mensen gaan er in deze scène zijn. En ik heb er maar eentje nodig. En wat voor soort is het? Een intro. En dan heb je dus bijvoorbeeld gewoon een statisch shot van mensen die in de rij staan. Iemand die wakker wordt. Iemand die voorbij komt met een koffertje. Dat soort dingen. Kan je doen dat iemand met die flowers binnenkomt? Oh ja, tuurlijk. Want dat zag ik staan. Als een soort romance ding. Enter flowers. Ja, ik zag die staan, inderdaad. Enter flowers. Maar dat het dan uiteindelijk toch een robbery blijkt te zijn. Dat het zo lijkt op een proposal. Maar uiteindelijk een robbery wordt. Hoe doen we ook weer dat we kunnen kijken hoe deze... Zo, dit is de shot. Dat is ook hier, ja. Zo, zij komt binnen met een bos bloemen. Het is een goed establishing shot. Moet ik haar kostuum nog even fixen, denk ik. 20s evening dress? Nee, we maken alleen maar... Wat zeggen we van een cavalry uniform? Een beetje officer and a gentleman style. Oh, I like that, ja. Yeah. Zo, jammer dat we haar hoed niet kunnen zien. Of haar gezicht niet kunnen zien. Maar dan hebben we misschien nog een hoed daarvoor. Ja, cavaleriepetje. Fantastisch. Wat is hem eigenlijk? Ja, dat was dit zo. Zo, hebben we hier mevrouwtje, officer en gentleman. En dan kun je hier rechts nog... kijk, hier is plek voor een figurant, deze persoon. Is niet noodzakelijk, maar het kan. Hebben we een leuke figurant? Het is wel goed voor de soort We kunnen de belichting nog doen. Maar het is overdag, denk ik, hè? Wanneer je een bank binnenkomt met een stel bloemen. Ja, het is absoluut. Het kan keihard regenen. En mist. Het is goed weer. Ja. Zo. Je kan props veranderen. De bloemen. We hebben verschillende soorten bloemen. Wat dacht je van een enkele witte... Nee, dat is wel een beetje maagdelijk, hè? Een enkele rode roos. I mean, het is wel goed als er veel subtext is. Ja, een enkele roos, dat is goed. Oké, lekker dramatisch. Dan is het ook maar voor één persoon bedoeld. Dat weet je dan sowieso. De backdrops kunnen nog aanpassen. Hel. Hel 2, want... Weten we nog? We hebben twee keer terug Doom gespeeld. Sci-fi backdrop, canvas, countryside.
En dit is, dus je hebt echt best wel veel variatie, weet je wel. Prisoner of War, Camp Day, heerlijk. Wild West Street, Wild West Town Day. Ja, yeah, Wild West Town klinkt goed. Oké. Okay. En dan hebben we hier nog The Walking Mood. Ja, ik ben droevig. Ik ben heel boos met deze bloem. Romantic, ja. Ja, 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 ja. Oh, Amorous. Kijk, dit is hem. Deze film. Oh, ja. This movie fucks. High Coach Robbery Grande wordt hate. En dan The Meeting. Die doen we in kan de je bank. Niet, je kan ook nog een tussenshot doen. Er zit een transition shot. We skippen nu of zie ik dat verkeerd? Nee, elke keer als je in een categorie een scène toevoegt, komt er gewoon een nieuw lijntje bij, zodat je daar nog een scène in zou kunnen. Oh, zo, oké. Maar het is niet rendabel om te veel scènes in je film te doen. Nee. Als je in de simulatiemodus zit. Dus we willen, laten we zeggen, 4 scènes, misschien 5. Ja. We blijven in de bank. En dan hebben we 2 mensen. Loving of incidental? Nee, doe maar loving. Kijk wat er gebeurt. Ja. Chat up is een goed idee. Wat hebben we meer? Couple kiss, dat is een beetje te voorbarig, hè? Romantic proposition of proposal. Ja, 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 dat is misschien de beste. One person propositions another for romance or maybe more. Ja, a robbery. Het zou handig zijn als die persoon de bankteller was, maar dat is misschien te specifiek. Even kijken. Oh, dit is ook wel dope. Alsof ze nu in de bank basically gerosseld wordt of geronseld voor een robbery. Ja, maar waarom heeft deze persoon dan een cavalerie? Je zoekt al heel veel logica achter deze... Ik wil gewoon dat iemand zijn geliefde soort van berooft, I guess. Oké, dus dan doen we dat bij Time Apart. Maar dan gaan we eerst deze scène nog even. Reaction is angry. Dus iemand gaat hierna beroven, is wat jij zegt. Ja, dus dan moet de reaction niet angry zijn, maar meer een soort van... Ja... Wat had je nog meer? Captivated, disappointed, en crying. Wat is captivated? Hoe ziet captivated eruit? Ze praten ook als Sims, dat is heel aan het doen. Ja, ik wil die angst en betrayal inderdaad. Ik wil gewoon... ik wil wel dat er echt veel emotie zit. Ja, dit is goed. Kijk, zij zijn dus aan het collaben bijna. Dan gaan we even kijken nog of het... Wow. Zo. Dit is wel echt charged. Nee, die romantic was goed, Pim. Dat had echt lading. Ja, ja. Even kijken. Het zou mooi zijn als zij dan nu samen een robbery zouden doen. Nou, dat gaan we dan doen, verdorie. Wild West Bank. En dan violence. Even kijken. Brandish Blade. Death in Arms. Draw Gun. A bank clerk foils a robbery. Dat staat niet echt in de titel omschreven, maar... Firing blanks. Drink poison. An incompetent thief fails to rob a bank. Dat is leuk voor comedies, maar we willen gewoon wel een echte robbery, toch? Ook goed voor tragedie, trouwens. Two guns. Ja, dit zijn vechtscènes. Ja, dat is voor later. I mean, wat er moet gebeuren is... Heist. Deze twee vrouwen moeten heist. Kan je ook main roles 2 doen? Dat die twee vrouwen dat dan met elkaar gaan doen? Ja. Oh ja. Slapfight.
Ik denk dat... Heist klonk goed. Ja, maar die was voor 5 rollen. Oh. Dus ja, wat we dan kunnen duur. Doen is... De Incompetent Thief of zo? Ja, probeer dat dan maar, ja. Mistake forgotten. Het is wel wat we zoeken qua wat ze moet doen. Ja, maar nu moeten we iemand hebben voor achter de tralies, want anders klopt er helemaal niks meer van. Stuck and fumble. Doe maar de fumble, want dan is ze misschien gewoon te veel... haar hart is op hol, dus daardoor kan ze niet de heist goed doen. Doen we nou nu gewoon de figurant achter de tralies, of wat? Doe maar gewoon een figurant, toch? Maakt niet zo uit. Wie? Ah ja, we hebben een figurant. En Wendy, wat trekken we Wendy aan? Niet dat we het goed kunnen zien, maar ja. En 20's dress, wat is dit? En die krijgt gewoon een soort formeel bankenuniform of zo? Ik weet niet. Ja, ik denk het. We hebben nog niet zoveel kostuums, dus ik denk een... Een Wild West Sheriff costume. Ja, of een pak of zo. Nee, een Sheriff costume klopt niet. Geef haar een pak of zo. Alsof ze gewoon de bankier zelf is. Weet je wel? Deze 20 dress? Nee, dat is... Nee, een pak. Geef haar een pak. Ja, maar zie jij er een pak tussen staan, vriend? Ja, hier. Die Edwardian suit of zo. Edwardian outfit. Beetje links. Ja. Ja, dat werkt wel beter. Dat is wel inderdaad. Ja, dat is wel alright. Dat is een soort van formeel. Zo. Ik baal erg van deze bug. Maar goed, dan hebben we dus een... Oké. Ja. En hoe lossen we dit op? Ja, ik wil de zoom, man. Ja. Dat is oké. Als ik geen bank kan beroven, dan maar de liefde. Zo, main roles 2. Loving. En dan de... Oeh, wat dacht je van een Death in Arms? Oh, dat werkt ook al, inderdaad. Dan laten we haar dood zijn. Jij bent die. En jij bent die. Zo. En dan vindt de cavaleriepersoon haar doodgeschoten op de vloer. En dat is dan heel droevig. Death reaction kissing. Kijk. Was dat een kusje op haar hoofd? Come on. Nou, het is best wel te krijgen. En zo maak je een film. Zo simpel is het, kinderen. En dit is dan zo'n beetje de meest logische film die deze studio tot nu toe gemaakt heeft. Zo, en dan stel ik voor dat we die nog snel uit in productie brengen. En dan, zodra we die uitbrengen, de stream eindigen. Ja, dat lijkt me prima. Dan hebben we onze eigen film gereleased. Set zo'n not mooie built. Mijlpaal. Oh ja, die zijn ze aan het bouwen. Oké, en die laten we regisseren natuurlijk door Aaron. Oh, iedereen is gestrest en shit. Het wordt een Cummings productie, ben ik bang. Hij is minder goed, maar hij is tenminste geen stresskip. Dit kan zijn waar Cummings ook in gaat shinen. Ja... Dat is onwaarschijnlijk, maar we hebben goede acteurs en een fantastisch script. Yep. En de set is afgebouwd. Kijk nou toch. Hoe leuk is dat, hè? De details van die sets. Ja, het is best wel dope. Het is echt heel tof. Hoeveel soorten sets kan je bouwen? Ja, maar echt tientallen. Voor elk tijdperk, elk genre heb je weer steeds nieuwe, meer geavanceerde sets en zo. Want... Oh. Hoe verandert dat? Bijvoorbeeld na de jaren 40, 50, dan begint het studiosysteem ook in te storten in Hollywood. Komen er dan ook echt hele andere sets? Er komen wel andere sets, maar de bestuursvorm blijft ongewijzigd. Mm-hmm. Maar ja, inderdaad. Je krijgt stadssets, buitenwijksets, meer sci-fi sets, oorlogfilmsets dus. Ja, de film historisch gezien ook best wel checks out. Oh, you bet. Even kijken, jullie gaan lekker kletsen. En deze paparazzo, die krijgt er een mooie foto van.
Oh, kijk, deze twee sterren. Klik, klik, klik. Ik ga dit naar mijn krant sturen. Ah, kijk, we fabriceren romances. Dit zijn wij. Daar gaat James Unwin. Schieten. En naarmate dus de technologie verandert, ontwikkelt, heb je ook steeds meer crewleden nodig. Eentje om de boom mee te houden, weet je wel. Oh, je hebt ook die transitie naar geluidsfilm. Die moet je ook echt steppen. Ja, exact. En je kan nog postproductie gaan doen. En ondertussen hebben we al bijna $500,000. Oh ja, ja, het financieel zit het ons heel erg voor de wind. Want we hebben gewoon een aantal films. Ja, eigenlijk kunnen we ons nu gaan focussen op goede films. Heb je ook wel eens gehad dat je echt in de financiële problemen komt? Of is het gewoon een makkelijk spel? Nee, dat is goed mogelijk. Maar ja, nogmaals, ik heb dit spel heel veel gespeeld. Ik weet eigenlijk precies wat ik aan het doen ben. Want zelfs die film die we hier handmatig hebben zitten maken, heb ik... Dat was Lombok. heb ik wel zo ingericht dat hij gewoon makkelijk te schieten is. Weet je wel, 1 set, 4 scènes. Dat is easy beasy, lemon squeezy. Yeah. Wat is jouw probleem? Happy with press attention. Oh, maar je bent niet blij met je outfit, dus daar gaan we gewoon even wat doen. Ja, je wilde is Nutter niet blij met ons dope cowboy outfit? Hij is het niet eens met hoe wij hem in de cowboyhoek hebben gestoken. Geef hem een 20s vagabond suit of zo. Oh, nou deze. Hier is die, met deze cowboy outfit is hij wel blijer. Oh ja, ik zie het. Oh, dat is dat groene balkje. Ja. Dap, dap, dap. Elke ster heeft ook zijn eigen smaak, dus. Tijd van je leven. We zijn bezig met het schieten van onze eerste scène. Zij loopt met die bloemen. Kijk er gaan. Dit is onze creatie. Oh. Ze doet het heel goed, trouwens. Ja, 1 take. 1 take is all you need. Eigenlijk is dit gewoon The Sims, maar een filmstudio. Een soort van de heilige kruising tussen Rollercoaster Tycoon en The Sims. Ja, het is alsof je bij The Sims heb je vaak dat als ze naar hun werk gaan dat je niet meer met ze kan spelen. Maar het is nu alsof je dan juist met ze moet spelen. Ja, en deze droeftoeters komen nooit van de studio lot af. Ja, addicted. To the cocaine. Wil deze boy een hoger salaris nou vooruit? Ik denk wel dat we het kunnen boeren. Ja, we zijn stinkend rijk. Zo, iedereen blij. Gaan jullie even vriendjes worden, want jullie hebben nog geen films gemaakt samen. Roller Ty Sims. Roller Ty Sims, ja. Of Simmer Tycoon? Nee. Roller Simmer Tycoon? Simmer Coaster? Disfigured Dominic. Ja. En jullie gaan nu horror oefenen. Oh, hij is echt een horrorster. Want They Dug Too Deep heeft het toch 151.000. 10 keer zoveel als het heeft gekost. Sick. Ja, daar word ik blij van. Dat zijn die box office smashers. Maar dat is goede horror, hè? Make them cheap. Lots of money. Ja, iedereen wil de volgende Blair Witch Project maken. Laten we wel weten. Yep. Of The Saw, of... meer voorbeelden. Toch relatief cheape films vaak. Action. Waarom heb ik 4 scenaristen? I mean, dat zijn dan veel films, toch? Of is dat, kunnen we die pipeline niet bijhouden? Nee. Kan je iemand ontslaan? Oh ja, we maken van die nieuwe personen gewoon... Ik heb hem nog aan een figurant gemaakt en... Dat is echt bruut. We maken er gewoon nog eentje. Denk ik. Want ik bedoel, ik ga die scripts toch verkopen. En als we een script willen, dan maken we er wel eentje in de creator, weet je wel. Ja, dat is true.
Rural, Musty Cellar en The Saloon. Ja, dit is er eentje die we kunnen produceren. Yep. En dan doen we dat met Aaron Tidley. En natuurlijk onze vriend The Nutter. Nutter en Tidley. Boom. Maar dat is allemaal een avontuur voor volgende keer, want we zijn al over de helft met High Coach Robbery Grande. En ja. Hugo, even voor de kijker, welke films zijn het allemaal in deze titel? I mean, naar waar we allemaal naar verwijzen bedoel je? Ja. I mean, we hebben High Noon. Ja. Jeetje. We hebben The Stagecoach, I guess. Mm-hmm. Great Train Robbery, ja, zou je die kunnen je denken. Genoemd. Rio Grande. Dat zijn ze. Hey. Waarvan ik er één heb gezien. Oh, welke? High Noon. Oh, dat is ook wel een hele goede film. Maar Stagecoach kan ik je wel van harte aanraden. Ja, dat is met die verschrikkelijke man, toch? Hoe heet hij ook alweer? John Wayne? Ja, John Wayne, toch? Ja, John Wayne zit daarin. En het gaat over een koets die wordt aangevallen door indianen? Ja, er is ook een... volgens mij is er ooit een Looky Luke strip ook gemaakt, gebaseerd op deze film. Inderdaad gaat het over een stagecoach, een postkoets, waar allemaal vreemdelingen van elkaar in komen te zitten. En die worden inderdaad door Native Americans aangevallen. Het is totaal niet accuraat wie die Natives zijn en van welke stam en waarom ze aanvallen. Nee, je had gewoon een Red Scare nodig. Ja. Het is gewoon de Whites versus Reds, zeg maar, in zo plat gezegd. Maar het is wel tegelijkertijd ook een hele interessante film. Door al die... zijn allemaal vreemdelingen van elkaar. Een soort damsel met problemen. John Wayne natuurlijk als de waspy, coole Amerikaan. Een of andere bankier. Allemaal van dat soort types. Allemaal verschillende archetypes die met elkaar in die coach zitten. Die dan met elkaar moeten overleven. En ook met elkaar verder moeten naar hun eindbestemming. Er zit ook een moment in dat iemand gaat bevallen. En dat de dokter dan moet helpen met die bevalling. Maar die is een alcoholist. Dus die moet dan nuchter worden. En dan gaan ze hem heel veel koffie toedienen. Zodat hij niet meer dronken is. Oh my god. En ik zou willen dat dat zou werken in real life, want in de film werkt het wel. En dan kan hij die bevalling in goede banen leiden. Dus koffie is belangrijk in deze film. Dat is ook die film die waar de cavalerie uiteindelijk toch die charge doet. Aan het eind. Ze worden gered, toch? The Charge of the Light Brigade? Nee, ik weet niet precies, maar ze eindigen toch met de film dat ze gered worden van... ze worden gered, ja. Ja, precies. Ja, wat op zich wel interessant is dat dit de film is waardoor die Animal Rights organisatie, die PETA volgens mij of zo... PETA, ja. Dat die in actie is gekomen en dat sindsdien ook bij de meeste Amerikaanse films op het einde zo staat van... No animals were harmed in this production, want... Deze film komt uit 1939. En er zitten super realistische achtervolgings- en gevechtscènes in op paard. Oh nee. Met pistolen. Wat ze deden, was in de woestijn van een soort tripwires installeren. Oh nee. In de woestijn. Yep. En daar gingen dan Native Americans, die dan speelden in die film en heel goed konden paardrijden. Oh, die reden dan die paarden volop over die tripwires heen en die struikelden daar dan over. En ze hebben echt na afloop van die film iets van 100 of zo paarden echt af moeten schieten omdat die allemaal hun benen hadden gebroken over die tripwires. Dus dat is echt een hele bloederige film in die zin. Ik weet niet of ik dat wil zien. I know, ja, het sucks, maar... Ik bedoel, het is niet alsof... Weet je wel, niemand heeft er nu echt baat... leidt eronder als ik die film boycott of zo. Daar niet van. Maar ik denk niet dat ik dat leed wil zien. I mean, niemand, je gaat er niet op...
hoe zeg je het? Er worden geen paarden gered als je de film nu niet gaat zien. Nee. En tegelijkertijd, je gaat niemand economische schade toedienen door die film principieel te mijden. Dus het maakt in principe niet zoveel uit. Het is gewoon zo dat de film heel realistisch is en hij zit heel goed in elkaar. Oh, en ja. Dat maakt het des te pijnlijker natuurlijk, omdat je realiseert wat de prijs van dat realisme is. En dat is een interessante spagaat of manoeuvre om in te zitten. Sorry, Jesse, inderdaad. Wel een soort van triggering. En, De mensen daarin deden ook best heftig. Ja, ja, zeker. I mean, ja. Maar het ding is dat mensen natuurlijk toen veel meer nog rechten hadden. Maar dat is daardoor film historisch gezien ook heel interessant. Dat door deze film, omdat die zo erg de grenzen opzocht, dat daardoor er veel meer rechten zijn gekomen voor werken met dieren in film. Kunnen we gewoon, moet... ja, dat is op zich wel een optimistische blik. Maar we... I mean, ja, dat is wel de meest genereuze blik. Dat het één keer zo fout moet gaan dat het daarna vaker goed gaat. Ja. Maar die kan je hem ook soort van nog geven. Hoe dan ook, daarna hebben ze wel heel veel geleerd. Want daarna is er wel echt met veel meer respect met de paarden ook omgegaan en zo in de films. Oh man. De grap van deze regisseur, John Ford, is dat hij... Je zou denken, ook omdat hij die Native Americans zo op een hele random manier cast. Zo van, oh, nu komen de Indianen. Dat hij helemaal geen respect daarvoor heeft. Maar het blijkt, als je er meer over leest, dat er hele complexe relaties waren tussen John Ford, de regisseur van Stagecoach en de Searchers en de anderen. Yeah. Wat je zou kunnen zeggen, de beste westerns uit dit tijdperk. Hij had een hele interessante relatie met verschillende stammen van oorspronkelijke bewoners in Amerika, die heel graag met hem in zijn films wilden werken. Ook omdat ze zich realiseerden dat ze daardoor als het ware hun op een bepaalde manier zichzelf op de kaart konden brengen en voor toerisme konden zorgen en voor exposure en voor geld en werkgelegenheid. Yeah. I mean, obviously is er een soort exploitatiemodel ook in, maar tegelijkertijd John Ford was best wel begaand met hun. En veel van zijn films pleiten juist ook heel erg voor Native American rights. Later zeker in zijn leven, toen hij ouder werd en meer bewust werd van die exploitation of zo. Dus dit is vroeg, 1939, iedereen was naïef en... of gewoon... Ja, naïef shit. Is inderdaad een goed woord. Moedwillige naïviteit, onwetendheid. Ja, en iedereen wou gewoon film maken en was niet bezig met wat de kost is van iets realistisch in beeld brengen. Tussen aanhalingstekens realistisch ook. Want die Native Americans werden dus niet realistisch in beeld gebracht. Daar heeft John Ford ook niet super veel over nagedacht natuurlijk. Nee. Met onze westerns in de movies doen we dat natuurlijk ook niet. Als in, als daar Native Americans in zouden komen, zouden ze automatisch ook bijna savage Indianen zijn of zo. Ja, nou in deze in de movies wordt dat gelukkig omzeild. Ja, want nu zijn onze westerners alleen maar gewoon een soort van... Witte gay mensen romances. Die elkaar... gay romances en witte mensen die elkaar proberen te beroven en falen. Ja. Ja, mijn favoriete soort westerns. Ja. Is de film af ook? Ja, ik sta klaar om hem uit te brengen. Maar voordat ik dat ga doen, moet ik nog even vragen naar jouw favoriete westerns. Oeh, dat is een goede vraag. Favoriete westerns? Jeez. Nou ja, het is een beetje... shitty, maar Stagecoach is wel echt een hele, hele goede western. Ja. Ik ben wel benieuwd hoor, maar oh, die paarden. Ja, I know. Ik hou gewoon best wel blijkbaar van een beetje fucked up westerns, maar eentje waar ik nog steeds, ondanks dat die ook best problematisch is, maar eentje waar ik wel heel erg van waar ik erg geschokt en geïnteresseerd naar heb gekeken is High Plains Drifters. Van Clint Eastwood. Because I'm a high plains drifter. Die film is eigenlijk alles wat Clint Eastwood is in één film verpakt. En dat is ook nog een van de eerste films die hij zelf heeft geregisseerd en waar hij de hoofdrol in speelt. Ja, ik ben dol op Eastwood als regisseur. Maar echt dol op zijn werk. Hij is een hele goede regisseur en hij weet precies wat hij doet. Het punt in deze film is dat hij ook gewoon... Hij snapt heel erg dat
het exploitatieaspect van de western. Dat je zo'n dwalende persoon hebt die mm-hmm. boven de wet staat. En daar maakt hij dan een film van waarin hij ook opzoekt wat de grenzen daarvan zijn. Dus Clint Eastwood is de High Plains Drifter. Ja. En die komt aan in een dorpje en vergrijpt zich gelijk aan de ergste dingen die je kan voorstellen. Uiteraard waaronder een vrouw, de dochter van de burgemeester. Maar komt ermee weg omdat er binnenkort bandieten ook dat dorp richting dat dorp komen om het hele dorp te plunderen. En dan wordt hij door diezelfde burgemeester in dienst genomen om dat dorp te beschermen. Oi. En daardoor komt hij overal mee weg en mag hij alles doen daar wat hij wil. Het hele punt van de film is dus uiteindelijk dat niet de bandieten, maar hij zelf het grootste gevaar voor het dorp waren. En dat het hele dorp een levende hel wordt. Hij laat ook alle huizen in dat dorp rood verven met bloed. Als een soort van helachtig afschrik-effect tegen die bandieten, zodat ze de opperhand hebben. Het is een hele, hele onheilspellende en hele onaangename, onheilszwangere film, zou ik willen zeggen. Jij zit echt Cowboy Bebop. Cowboy Bebop is trouwens best wel dope. Dat is echt wel leuk. Maar High Plains Drifter komt wel heel erg, denk ik, in de buurt van... Dan zeg ik de mijne nog even. Ja. McCabe en Mrs. Miller. Oeh, dat is ook wel heel goed. Ja, het is een film van Robert Altman uit de jaren 70, als ik me niet vergeet. Ik denk begin 70. Ja. En dat is eigenlijk ook een soort van anti-western. Want als de western een soort van een belofte is van de frontier. Weet je wel, de onbegonnen landen van onontgonnen landen van Amerika die nog ontdekt en gekoloniseerd kunnen worden. Ja, het grenzeloze westen. Juist. Wat McCabe en Mrs. Miller eigenlijk doet is... Robert Altman is een vrij, laten we zeggen, socialistische regisseur. Ik weet niet wat zijn politieke overtuiging was, maar zijn films zijn heel erg gericht op gemeenschap en op de kritieken van individualisme en kapitalisme. Dus de hoofdpersoon komt naar een stadje in het westen. Het is nog wel vrij koud daar. Ik denk iets van Colorado of zo. En denkt daar een bordeel te kunnen runnen. Maar hij wordt aan alle kanten uitgebuit en uitgekleed. Hij is niet zo'n snuggere zakenman. En op een gegeven moment komen er dus zakenlui uit het oosten om zijn onderneming over te kopen. Maar hij is een trots man. Hij is zoiets van self-made man. Ik kan dit, ik doe dit zelf. Nee, dank u. En dan laten ze hem gewoon omleggen. Want die grote zakelijke belangen hebben zoiets van, ja, wij kunnen dit pakken als we dit willen. En dat doen ze dan ook. En dat is een best wel sneuwe conclusie, maar wel heel eerlijk, als het ware. Veel eerlijker dan de mythes die het Westen vaak verkoopt. Die ene horrorfilm met cowboys en gigantische mensen eten... Tremors. Die kunnen voelen waar je loopt en dan opeten. Ja, met Kevin Tremors Bacon en... Ja, dat is een super dope film. Ja, die is heel leuk inderdaad. Die is echt zo chill. Ik wil nog wel trouwens één shout-out doen naar juist een hele soort gevoelige soort van western film. Die juist heel erg op de goede kant zit van representatie. En heel erg in die zin inzichtvol is. Dat is The Rider uit 2017 van Chloe Zhao. Chloe Zhao is nu een hele grote regisseur aan het worden, want ze heeft in Venetië, ging dit jaar een film in première, met in de hoofdrol Frances McDormand. Ja. En die heeft ook de hoofdprijs gewonnen van het filmfestival, die heet Nomadland. En dat gaat over soort mensen die de vanlife, #vanlife in Amerika doen. Dus basically dakloze mensen die uit hun, in hun busje leven. En dan door het land reizen op zoek een beetje naar werk en connectie. Ja. Maar zij heeft daarvoor een film gemaakt. Met een jonge man in de hoofdrol. Die een soort semi-amateur casting is. Hij speelt eigenlijk zijn eigen leven na in die film. En hij is een horse rider. Beetje rodeo-achtig figuur. Die een grote soort blessure heeft gehad. En daardoor eigenlijk niet meer al die rodeo- en horse-stemming dingen kan doen. Ja. Maar daar toch mee doorgaat, want het zit in zijn bloed en in zijn leven. Maar het speelt zich af ook veel rondom de contraien van een reservaat van Native Americans.
En gaat heel erg over de relatie tussen gewoon de working class American in een redelijk soort van de gebaande paden buiten de grote stadomgeving. En de relatie tussen dat en de originele bewoners van Amerika. En het is een prachtig geschoten film. Super mooi geacteerd. 2017. Oh, damn. En die, ja, dat is een hele, hele ontroerende en juist hele positieve take op het genre zoals je die zelden ziet. En dat is misschien wel mooi om ook te tippen, want anders is het alleen maar misère. We gaan het doen, Hugo. Ja. Alright, gaan we de film kijken? Dat is dan ja. de echte beste western film. Maar hij heeft vooralsnog minder dan 1 ster, dus het gaat niet ons meesterwerk worden, helaas. Alright. Hi, coach Rodri Grande. Let's do it. Ja, Kelly heeft het niet goed gedaan. Oh, dit is goed. Nou, we hebben meer dan 1 ster en dat is eigenlijk al waar ik naar sta. Hey. Lucy Winter. Oh, de subtext. Ja, dus chanst met een cavalerist. Gaat vervolgens de bank beroven. Faalt. Sterft. Maar met haar nieuwe liefde, ze sterft in de armen van haar nieuwe liefde. Ja, dit werkt wel, toch? We missen nog 1 tussenshot dat ze ook neergeschoten wordt, maar dat is misschien te graphic. En dat had de film nog duurder gemaakt. Ik vind het wel de meest cohesive film die deze studio tot nu toe gemaakt heeft. Ja, ik sta volledig achter High Coach Robbery Grande. Ja, iedereen werd er blij van, maar wel 25.000. Bijna 2 keer zo duur als al de voorgaande films. It's... Ja, hoe noemen ze dat in Hollywood? One for them, one for us. The acting was decidedly average, zegt Filmic Journal. Dankjewel. Ja, Kelly Overton is mooi genoeg voor een dramafilm. Oh, sorry. In every movie ever made. Dat technisch gezien dat het nog waar kunnen zijn ook. Ah, Camera die zit weer op zijn oude stokpaardje. Zo. Was Hugo, heb je nog een laatste linkse take waarmee je wilt... Een insult to the unwealthy. Nou, ik denk dat Camera die al heeft gegeven. Heb je nog een goede laatste linkse take? Nee, download gewoon goede films tijdens de lockdown of zo. En dan komt het wel goed. Zeg je nou download, Hugo? Als in betaal er niet voor? Dat is piraterij. Dat een filmjournalist dat zou roepen. En plein publiek. Oh. Kijk, ik ben een freelancer. Ik zeg gewoon stil al de shit. Vooralsnog ben ik ook nog steeds een freelancer. Ik heb al jaren geen contract gezien in mijn leven. Ah, man. Ja, nee, over het algemeen zou ik zeggen... diefstal is praxis. Of piraterij is praxis. Ja. Zeker als bijvoorbeeld bedrijven als Disney... weet je al, hun rol als archivaris volkomen verwaarlozen... En het steeds moeilijker wordt om oude films te zien. Ja. En dat je betaalt in feite voor een streamingdienst. Voor een bedrijf die eigenlijk, omdat ze zo groot zijn, zo'n belangrijke rol hebben in het in leven houden van de bioscoop. En
dat ze dan daarvoor kiezen om al die films op Disney Plus uit te brengen en zo, dat is gewoon pijnlijk. Of bijvoorbeeld, wat was het laatst nou weer? Volgens mij Amazon, die ook zei dat als je daar dan films kocht op je digitale account, dat je ze dan ook echt niet ownt, maar dat je technically een lease hebt op access naar die film binnen bepaalde voorwaarden. Als zij zoiets hebben van je mag hem niet meer zien, dan hebben ze het recht inderdaad. Steam heeft dat ook, weet je wel, de gamewinkel / platform. Daar is het al jaren zo, en binnen de game-industrie is dat nu vrij normaal, dat als je een game koopt, dat je niet het bezit van de game hebt gekocht, maar het recht om het te gebruiken. Ja. Zolang zij dat goed denken. Heb jij ooit wel eens games gehad die daardoor ook niet meer speelbaar waren door deze regeling? Nee, maar ik geloof dat de game Alan Wake zo om die reden niet meer te krijgen is. Oh, omdat die uiteindelijk naar de Xbox een soort marketplace ding is gegaan of zo. Nee, volgens mij omdat de licenties zijn verlopen en zo. Heel ja, sad. Anyway, wat ik wel nog wou aankondigen, omdat we toch in de game team zitten en in een lockdown. Ja? Ik heb op mijn laptop heb ik Microsoft Flight Simulator gekocht en een joystick. Dus ik ga binnenkort misschien ook nog een profpiloot worden. Oh, wat leuk. Wil je ook nog reclame maken voor dingen nu? Ga je dat streamen of zo? Nee, maar misschien kunnen we dat wel een keertje doen op Superstructuur of zo. Dan kunnen we over mensen hun huizen vliegen als we de coördinaten weten. Ja, en dan verwensingen naar ze roepen. Ja, ik probeer ook nog steeds. Misschien ga ik dat wel op 9 november doen. Dat ik een soort omgekeerde 9-11 doe, maar dan op de Domtoren. Ja, ze hebben opzettelijk de mogelijkheid om in torens te vliegen uitgeschakeld. Oh, wat gebeurt er dan? Want dat wist ik niet. Volgens mij vlieg je er doorheen. Oh, dat is echt totaal anticlimactisch. Ja, dat is precies. Ook niet waarom ik het spel heb gekocht. Het lijkt me gewoon heel leuk om te leren vliegen. Ik heb al een beetje geleerd. Het is best wel ingewikkeld, maar wie weet word ik gewoon een seasoned piloot na deze lockdown. En andere projecten in de works? Ja, ik heb ook Crusader Kings 3 gekocht. Ik weet niet of dat een project is, maar zo voelt het wel voor mij. Dat is mijn game of the year tot dusver. Ja, het is heel tof. En ik probeer nu een soort queer Armeense campagne op te richten, waarin de Armenen Azerbaijan ook overmeesteren en houden. En uiteindelijk dat de Caucasus volledig in handen is van een Armeens gay koninkrijk. Dat is nu mijn doel. Wanneer Keep Talking and Nobody Explodes en wanneer Among Us? Ik weet niet of we die eerste twee hebben afgesproken en Among Us kan ook wel, maar die moet één van ons dan gaan kopen en ik kijk er gewoon een beetje tegenop om Among Us te kopen van mijn geld. Maar het is toch niet duur? Nee, het is niet duur, maar nog steeds. Ik ben een sloeber, weet je wel. Ja, maar als men het vraagt, wat is het, €3 of €4 of zo? Ja, maar we kunnen Among Us ook nog bewaren voor de verkiezingen. Dan doen we wat AOC deed, maar dan met leuke Nederlandse mensen. Oh, dat is best wel slim, ja. Maar hoe dan ook, Among Us gaat ook nog echt wel gebeuren. En Keep Talking and Nobody Explodes ken ik niet, dus daar moet ik ook nog even naar kijken. Ik ken allebei die games niet, maar ik ben ook echt een lange tijd geen gamer geweest. Ik ben weer echt teruggekeerd in de wereld van gamen. Mede door de lockdown. Ja, dat kan ik me voorstellen. En Crusader Kings is dan een goede keuze. Ja, het is echt heel cool. En af en toe heel frustrerend. Maar geen leuke programma's of artikelen of podcasts? Oh ja, er komen allemaal toffe dingen aan. Ik ben leuke dingen voor mijn gevoel aan het schrijven. Niet op mijn telefoon, Jesse. Ik heb geen smartphone. Sorry, ga verder. waar ik zelf heel erg naar uitkijk is dat ik nog in mijn schouwburg in IJmuiden, dat we in december gewoon wraak nemen op deze lockdown in november. Een heel leuk kerstprogramma gaan neerzetten. Wat ook echt voor mensen lokaal daar heel tof wordt. Want gewoon hele, hele leuke films. Zoals Last Christmas van Kevin Feige? Nee, dingen als echt gewoon van trash as Love Actually naar The Shining. En It's a Wonderful Life en Babe. En nog allemaal andere dingen. Dus het is best wel. We proberen een beetje alles populair. En wel voor een groter publiek, maar wel veelzijdig. Ah, dat is leuk. Ja, het is cute. Het gaat volgens mij super gezellig worden. Ook als er maar 30 mensen mogen komen kijken. En meanwhile, I'm just
Itva komt er binnenkort aan. Ik heb superveel dingen te schrijven en te zien nog. Dus daar ga ik zo meteen weer in duiken. En ondertussen misschien binnenkort weer een keer de movies. Ik vond het best wel leuk. Ja, het is een goede game. Het is een hele leuke game. Hij is niet heel erg gepolijst, maar wat mij betreft... Ik bedoel, nog steeds aardig gepolijst voor een ambitieuze game. Maar gebalanceerd is misschien het goede woord dat ik zoek. Maar werkelijk een van mijn favorieten. Het is in ieder geval mijn favoriete simulator game. En omdat er ook zoveel mee kan... Ik hou van games die gewoon echt een goede eenheid van boodschap en presentatie en spel hebben en zo. En de movies kan aardig hectisch worden en je moet veel regelen en zo. Maar de glamour en de lol van het film maken zit er ook wel echt in. Dus dat is volgens mij best wel eerlijk. Ik heb nooit een film gemaakt, maar ik kan me voorstellen dat dat gewoon een stressvolle, ellendige bedoeling kan zijn. Ik heb vaker op de set gestaan om te leren hoe het is. Omdat ik vond wel dat je als filmcriticus moet weten wat je dan bekritiseert qua labor. En it fucking sucks. Ik zou het niet meer kunnen. Het lijkt mij wel leuk eigenlijk. Er was een... Nee, wacht. Daar ga ik het niet over hebben. Nou, dan wens ik iedereen gewoon een hele, hele fijne avond. Ja, een heel mooi weekend. En een gezonde en veilige lockdown. En... veel plezier en... Zorg goed voor jezelf. Ja, zorg goed voor jezelf. Entertain jezelf. Dat soort dingen. Ga naar buiten. Maar niet met groepen, maar weet je wel, maak een wandeling of zo. Ja, ja, veel wandelen. Dat vang wat vitamine D, want dat gaan we nu echt heel erg nodig hebben in de komende maanden. Yep. Oh, en Hugo, bedankt voor het komen en tot volgende keer, man. Thanks, Pim. Fijn weekend. Spreek je later.